ga u voor in het ambtsgebed. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen. Ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik heet u allen van harte welkom op deze raadsvergadering. De leden van de raad, het college, maar ook de belangstellenden op de tribune en ook als u meekijkt, meeluistert. Ik hoop dat u allen een hele goede vergadering, dat u het goed allemaal kunt volgen. En we hebben vanavond één agendapunt, dat is de begroting, programmabegroting 2020. Die zal besproken en behandeld worden. Mevrouw Jager is afwezig. Ik vraag u of u ook allemaal de presentielijst heeft getekend. Ja, kijk, dat gaat heel goed. Maar anders mag u niet meestemmen, dus ja, we willen toch allemaal wel doorgaan. Dan ga ik naar het tweede agendapunt van vanavond, vaststelling agenda. Wil iemand hierover het woord? Zo niet, dan is de agenda conform vastgesteld en voor als u kijkt, meeluistert. We hebben als agendapunt 3 de behandeling van de programmabegroting in 2020 met daar aan het einde besluitvorming over. En dan de sluiting van de raadsvergadering. Dus dat zijn de agendapunten voor vanavond. Ik ga over naar agendapunt 3, de behandeling van de programmabegroting 2020. Elke fractie heeft 10 minuten spreektijd gekregen. En daarna kunnen er natuurlijk uiteraard amendementen, moties worden ingediend. Indien u dat wenst. Maar die gaan dan niet af van uw 10 minuten spreektijd. En ik geef als eerst het woord aan de heer Elsinga. Aan u het woord. En zoals u weet zijn er altijd bij de programmabegroting de zogenaamde programmabegrotingkoeken. Die zijn ook vandaag, hebben alle medewerkers, ambtenaren die ook gehad, omdat het toch wel een hele bijzondere dag is wanneer de begroting wordt vastgesteld. Meneer Elsinga, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Gemeente Belang en Zwenderland wil het college en de medewerkers bedanken voor de reacties op onze technische vragen die wij gesteld hebben de afgelopen weken over de begroting 2020. Het is fijn om te vernemen dat er volop gewerkt wordt aan het wandelparenplan. En dat er in enkele maanden 8 aanvragen zijn binnengekomen voor de kernbudgetten. Het college voornemens is laaggeletterdheid nog beter aan te pakken door de functie structureel te versterken met als doel 500 laaggeletterden te bereiken, 200 meer dan nu het geval is. Ook is het fijn om te lezen dat het proces in gang is gezet om de voormalige school De Sleutel in Vroomsoop samen met de doelgroep te transformeren naar jongerenhuisvesting. En dat de voormalige basisschool De Dobbelsteen geschikt wordt gemaakt voor woningbouw. Het evenementenkompas in concept gereed is en eind deze maand wordt besproken met organisatoren van evenementen. En dat de concrete belangstelling voor de kavels op onze bedrijventerrein goed te noemen is. In gastenlanden is bijvoorbeeld alles in optie gegeven. Gewacht wordt op uitbreiding. De provincie Overijssel heeft echter een zienswijze ingediend voor het plaatselijke bestemmingsplan in zaken het stikstofproblematiek. Kan het college ons hierover meer vertellen? Voor wat betreft de visie op centrumontwikkelingen in Frieseveen en Vroomsoop bent u nog steeds volop in gesprek. Einde van het jaar is dat van Frieseveen gereed. Later volgt Vroomsoop. GBT mist eigenlijk eenzelfde soort traject voor de centra van de Kennen, Den Ham en Westerhaar. Want wij vernemen dat er enige injectie nodig is. Hoe kijkt het college hier tegenaan? Tot nu toe zijn er gelukkig geen geregistreerde meldingen bekend van Loverboy-problematiek in onze gemeente. Ik wil niet zeggen dat er geen sprake van is. U stelt terecht, de problematiek wordt zichtbaar als we het doorhebben. Maar hoe gaat u potentiële melders over de streep trekken of bereiken om dit wel zichtbaar te maken?
Als het gaat om hondenbeleid hebben we reeds een aantal stappen gezet. De hondenbelasting is afgeschaft, boetes zijn ingesteld en vanaf 1 januari komen er extra boa's in dienst die onder meer strenger optreden tegen overlast door hondenuitwerpselen. Ergernis nummer 1. Een volgende stap is de stem van de inwoner te horen, oftewel inwonersbetrokkenheid. Dat gebeurt door hen deel te laten nemen aan een burgerpeiling over dit onderwerp, zoals vorig jaar in deze zaal door het college aangekondigd. Dit moet onder meer resulteren in hotspots in de kennen, wat het effectief optreden van boa's kan vergroten. Kan het college aangeven wanneer deze burgerpeiling plaats gaat vinden en welke onderwerpen er onder meer in worden verwerkt? De prioriteitenlijst verkeersmaatregelen wordt met daadkracht uitgevoerd. Daar zijn we blij mee en geeft de burger moed en vertrouwen. Fietspark Kerkallee is eindelijk gereed. De vooruitzichten voor een rotonde in de Nam, iets wat altijd onmogelijk bleek, zijn goed. En met de Schuineweg in Westeraar bent u bezig met de laatste loodjes. Bij al deze maatregelen valt op dat de betreffende inwoners vanaf het begin zijn betrokken bij de plannenmakerij. Een van de redenen waarom GBT ooit is opgericht. We zijn nog wel nieuwsgierig wat de stand van zaken is van de andere verkeersprioriteiten. En in hoeverre is in regionaal verband over de nachttrein besproken, iets waar GBT een enquête over heeft gehouden. Dan de renteloze lening aan het Veenmuseum. We zijn verheugd dat door deze lening sluiting van dit museum wordt voorkomen. Door deze bewust gekozen vorm van financiële ondersteuning, meer samenwerking te zoeken en breder te kijken dan alleen het vervangen van de vloer, liggen er mooie uitdagingen en volop kansen in het verschiet voor dit museum. Als deze kansen met beide handen worden aangegrepen, dan ziet de toekomst voor dit museum er rooskleurig uit. Maar dat is aan het bestuur en de 70 vrijwilligers wel toevertrouwd. Tot slot, voorzitter, even het financieel perspectief van de begroting in combinatie met de septembercirculaire. De provincie heeft in haar financiële scan vorig jaar al aangegeven, en we herhalen dat nog maar eens, dat in het verleden structurele lasten incidenteel zijn gedekt. Dat betekent dat op enig moment het alsnog structureel gedekt moet worden in de komende jaren. De ruimte in de begroting zien we is daarvoor minimaal aanwezig. Voorbeelden zijn de vervanging van de kunstgrasvelden, het tekort bij het punt, plan van aanpak, laaggeletterdheid en het nieuwe overdekte zwembad. Daarnaast zal het onderzoek naar het vitaal sportpark in het midden geen verlichting brengen, eerder een verzwaring, wat de uitkomst ook wordt. Dit wetende blijven er dus de grote financiële zorgen overeind. De oorzaak van de omvangrijke tekorten van ruim 90 gemeenten in de jeugdzorg, waaronder Twenterand, zijn eindelijk vanuit Den Haag erkend. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schrijft een paar weken geleden aan alle gemeenten dat het tekort is ontstaan door een combinatie van teruglopende uitkeringen in het gemeentefonds en oplopende uitgaven in het sociaal domein, met name de jeugdzorg. Om dit probleem op te lossen komt er over 6 maanden een volledige herrijking van het gemeentefonds, dus een soort nieuw gemeentefonds. En dat is in mei 2020. Hoe dit uitpakt voor onze gemeente is ongewis. Aangezien Twenterand een erkende nadeelgemeente is, is de verwachting dat wij meer geld uitgekeerd krijgen uit het gemeentefonds. Het is echter afwachten of dat ook daadwerkelijk gebeurt. En dat brengt ons meteen bij de septembercirculaire. Zonder de context en de door eerder genoemde structurele lasten ziet het er op het oog goed uit. Want elk jaar sluit positief. Hoe mooi is dat? Maar het is niet wat het lijkt en dat geeft het college ook aan. Voor 2020 wordt de indexering van 1,3 miljoen uit de reserve gehaald. Niets mis mee, alleen je moet het niet te vaak doen. Vanaf 2021 is er een stelpost opgenomen van te verwachten opbrengsten uit het nieuwe gemeentefonds. Het college doet hier wat vanuit Den Haag is aangegeven te doen. Den Haag verzoekt daarnaast de provincies in afwachting van de herrijking van het gemeentefonds soepel met de regels om te gaan bij de beoordeling van de begrotingen. Maar wat wil nu het geval? Niet elke provincie blijkt bereid soepel met de regels om te gaan en trekt ook een beetje een lange neus naar Den Haag zo van wat bemoei je je mee? In deze provincies zou het betekenen dat er een enorme toename komt van gemeenten die het predicaat preventief toezicht ontvangen. Ondanks een sluitende begroting. Onze ervaringen met de provincie Overijssel in deze raad zijn nog niet zo geweldig geweest de afgelopen jaren. Dus GBT vreest wel. Is deze vrees gegrond of ongegrond? We zouden dat graag van het college willen horen of er gesprekken zijn geweest met de provincie hierover. En zo ja, hoe zij hierin staan. Voor wat betreft de herrijking van het gemeentefonds maakt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in dezelfde brief ook duidelijk dat er gemeenten oudliers zijn. Behoort de gemeente tot deze oudliersgemeenten? En in het kader van grip op sociaal domein
is onze gemeente als een van de 10 gemeenten geselecteerd voor een diepgravender onderzoek. Onderdeel daarvan is een bezoek van een visitatiecommissie en die is geweest, zo hebben wij begrepen. Kan het college iets vertellen over dit bezoek en welke inzichten heeft dit opgeleverd voor Twenterand? Afsluitend, voorzitter, het sociaal domein. Het kabinet gaat de jeugdzorg op de schop nemen en draait de decentralisatie van 2015 deels terug. Met de vinger wijzen naar de gemeenten en zichzelf buitenschot latend, zou jeugd met ernstige problemen in de knel zijn gekomen. Gemeenten zijn te klein om die zorg in een eentje te kunnen opbrengen en gemeenten werken al wel noodgedwongen samen, maar het gebeurt halfslachtig en vrijblijvend, aldus minister De Jonge. In een uitzending later van Nieuwsuur bleek dat deze beweringen wel erg generaliserend waren en lang niet gold voor elke gemeente of regio. Hoe is het college deze berichtgeving ervaren? Was dit een donderslag bij de heldere hemel? En wat betekent dit voor de jeugd en de financiën van de gemeente, voor zover men kan inschatten? Tot zover onze bijdrage, voorzitter. En de andere bijdrage, die is nul, want we hebben geen moties of amendementen, dus dat scheelt een beetje tijd. Dank u wel. Dan geef ik de heer Kelder het woord. Kijk even, van het CDA. Aan u het woord, meneer Kelder. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. In onze algemene beschouwingen en met inbreng tijdens de behandeling van de katernota hebben wij onze standpunten en visie kenbaar gemaakt over de katernota. We waren dan ook zeer verheugd toen de afspraak werd gemaakt om de behandeling van de katernota en de begroting op een andere wijze in te vullen. In de uitwerking hiervan zijn we echter wel teleurgesteld. Onze verwachting was dat we een begroting zouden ontvangen waarin de wijzigingen ten opzichte van de katernota duidelijker zichtbaar zouden worden. Dat is nu helaas niet het geval. En moeten we nog steeds 180 pagina's naast elkaar leggen om de verschillen eruit te halen. Dat is jammer. De CDA-fractie heeft een begroting echter wel behandeld als een aangepaste kadernota. En er ook op deze wijze naar gekeken. Het heeft echter geen zin om de punten die we reeds tijdens de kadernota hebben ingebracht opnieuw te benoemen of hiervoor voorstellen in te dienen. Tijdens de behandeling van de kadernota hebben wij wel aangegeven dat dit een begroting is met helaas nog te veel opleidingen, zonder onderliggende plannen of uitgewerkte voorstellen. Er wordt verwezen naar de coalitieakkoord waarin wordt aangegeven solide en transparant financieel beleid noodzakelijk. En daar zal geen enkele fractie op tegen zijn. Het klinkt dan ook mooi om te zeggen dat wij de raad betrekken en erbij betrekken en geven hun de mogelijkheden aan te geven waar ze al dan niet op voor of tegen zijn. We hebben dat tijdens de katernota geprobeerd met een aantal voorstellen. Helaas zijn die niet gehonoreerd. En omdat de GPT-fractie bij monden van de fractievoorzitter aangegeven heeft dat zij niet van voorschrijvend inzicht zijn, heeft het ook geen nut om ze nu opnieuw in de stemming te brengen. Ook de CDA-fractie realiseert zich dat er een grote financiële uitdaging ligt op het gebied van het sociale domein. En dat er de nodige risico's zijn. Maar we blijven het vreemd vinden dat er dan toch een relatief grote reserve is voor het sociale domein en dat desondanks een extra beroep op de algemene risicoreserve wordt gedaan. Dat we over het gebruik van algemene risicoreserve een andere mening toe zijn gedaan, mag helder zijn en is ook bekend. Tijdens de behandeling van de begroting 2019 en tijdens de behandeling van de kadernota 2020 is door de CDA-fractie aandacht gevraagd voor openbare toiletten. Waarbij door het college is aangegeven dit mee te zullen nemen. Echter, tot nu toe hebben we daar niets van mogen zien. Een aantal ondernemers in Vromshoop hebben weliswaar zelf de handschoen opgepakt door met een sticker op de deur aan te geven of de bezoekers gebruik mochten maken van hun toilet. Maar in andere kenden is dit niet het geval. We zouden graag zien dat de college hier verder werk van gaat maken. We hebben aangegeven dat we onze vraagtekens hadden bij het aan te stellen fondsen verwerven. Maar zullen we zien en afwachten wat daarvan gaat opleveren. We hebben dan toch wel een enkele aantal aspecten waar we onze aandacht op willen vragen. Er wordt gesproken over een warmteplan, maar wat zijn hiervoor de concrete plannen? Wordt dit per straat, wijk of kern opgepakt? Met betrekking tot het asbestfonds is een reductie van het beschikbare budget verwerkt, maar hoe gaat het college om met de toekenning van deze gelden? Wie het eerst komt of een andere methodiek? De woningbouw. Ondanks de huidige stikstofproblematiek blijft het noodzakelijk om kavels ter beschikking te stellen voor het bouwen van woningen en in het bijzonder in VGV. Zijn er op dit moment aanvragen voor een omgeving of CQ-bouwvergunning die in verband met de stikstofproblematiek niet afgegeven kunnen worden?
En wat gaat het college doen om alsnog deze vergunningen te kunnen verlenen? Heeft het college daarvoor plannen waardoor op termijn dit wel mogelijk wordt? Hoe zien de plannen voor de toekomst naar afwerking van de inbrengingsplannen eruit? Zijn er nog gebieden die na 2022 in aanmerking komen van nieuwbouw, in met name Frieseveen, waar de behoefte het grootst is? Is de verhouding tussen nieuwbouwappartementen en grondgebonden woningen wel correct? Het blijkt uit meerdere enquêtes, onder andere Bouw het Nederland, dat er grote behoefte is aan grondgebonden woningen en meer dan aan appartementen. Hoe kijkt het college hier tegenaan en zeg u, wat is de visie van het college? Wat ons ook is opgevallen, is de bijna verdubbeling van het aantal aanvragen bijzondere bijstand. Is hier een verklaring voor te geven? En wat is eraan te doen om dit tegen te gaan, om zodoende de kosten binnen de perken te houden? Helaas moet er steeds meer een beroep worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Ook afgelopen week konden we dit weer zien en horen in het nieuws. Het aantal mantelzorgers en vrijwilligers neemt af. En op termijn kunnen hierdoor grote problemen gaan ontstaan. Hoe zouden we dit aantrekkelijk kunnen maken om zodoende dit tegen te gaan? Leerlingenvervoer. Het huidige bestek omvat niet het totale vervoer, waardoor er hoge bijkomende kosten zijn. Het volume leerlingen is niet toegenomen, maar wel het aantal maatwerkritten. Was dit vooraf niet te voorspellen? Zittend vervoer. Is dit niet een onderdeel van de zorgverzekeraar? Er is namelijk wel een post voor opgenomen. Wat verstaat college onder het zittend vervoer? Afsluitend. De CDA-fractie was tot meer inhoudelijke uitwerking van een aantal plannen en onderzoeken, die direct dan indirect invloed hebben voor de meerjarenbegroting. Ik vind dat aan het college om daarvoor met voorstellen te komen. Wij hopen dat bij de katernode 2012-2021 wel deze plannen er wel zullen zijn, zodat wij als raad hierover mee kunnen denken. En wij zullen dan ook als CDA-fractie dan beslist wel weer met voorstellen komen, ondanks de wellicht opnieuw dat deze van tafel worden geveegd. Tot zover. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Smelt, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Leden van de raad, publieke tribune, ambtenaren hier aanwezig. Eerste termijn van de begroting. En ik zou bijna zeggen, meneer Kuilder, eindelijk. Want u introduceerde op dezelfde wijze als waar ik mee begin, dat we de begroting op een andere manier behandelen dan de kaartennota. En dat we daar al een tijdje een warm voorstander voor zijn, daar hebben we op verschillende manieren ook kenbaar gemaakt. En wij zijn blij dat de begroting, zoals die er nu ligt, ook behandeld wordt zonder algemene beschouwing en dat we dat met de kaartennota hebben gedaan. Voorzitter, we zouden in feite ook kunnen zeggen, als de implementatie van de moties en amendementen in deze begroting onze goedkeuring kunnen hebben, dat zij daarmee de begroting zou kunnen aanvaarden en met hamerslag zou kunnen doen. Nou, zover zijn we nog niet. Voorzitter, onze fractie zit er in grote lijnen weliswaar zo in. Maar er zijn toch een aantal dingen die wij met u willen delen. We hebben het college in de kaderstelling min of meer geholpen om het sluiten te maken van deze begroting. Middels een toch wel fors besluit door het subsidieplafond met 250.000 euro te verlagen. En daarbij een aantal andere voorstellen aangenomen. Tevens heeft de raad met de kadernota gedebatteerd over de denkrichting. Verschillende dingen zijn geïmplementeerd en zijn ook verwoord in de samenvatting. Een bijzonderheid is overigens dat er ook voorstellen voorbij zijn gekomen over de mail, met name van de SGP-fractie, waarop onze fractie er niet gereageerd heeft. Ik weet niet of u de motie ook gaat indienen, maar op voorhand zeggen wij tegen u, als de motie ingediend wordt, zullen wij daarna met u over debatteren. Voorzitter, het grote thema van Nederland is stikstof. PAS, PFAS. En sectoren die daardoor keihard geraakt worden, zijn op dit moment de boer en zeker ook de bouw. Onze fractie heeft zich daarom ook hard gemaakt om aan te geven hoe de raad ten aanzien van de stikstofproblematiek, met name de sector lokaal, die daar veel ongemakken van ondervindt, en dat is in dit geval met name de boerensector, want voor de bouw zijn een aantal maatregelen genomen,
om daar ook een motie voor in te dienen. Dat doen we samen met GBT, CDA, SGP, VVD en PVV-fractie. En ik zal hem zo dadelijk aan het eind van mijn betoog indienen en ook het dictum met u delen. Voorzitter, maar als we kijken naar hoe zich het nu verhoudt in de stikstofproblematiek en we kijken naar met name de sector bouw, dan kunnen we spreken van code vuurrood. Waarom code vuurrood? Het aantal productieaanvragen, offerteaanvragen bij de industrie loopt keihard terug. U moet rekening houden met een forse verlaging van de bouwcapaciteit als wij met elkaar niets doen en ook een statement maken, en daar roep ik het college ook toe op naar andere overheden, dat een mogelijke reductie van min 10-30% realistisch is. En dat betekent nogal wat voor de BV Nederland, maar dat betekent ook wat voor ondernemers in onze gemeente die in die sector actief zijn. Dus naast de boeren heeft onze ChristenUnie-fractie ook een oproep voor uw college om richting de overheden waarmee u spreekt, met name de provincie, positie in te nemen. En ik zeg het nogmaals, het is code vuurrood. Opnieuw kampt onze begroting overigens ook met een tekort in het sociaal domein. Dat is zeker niet nieuw. Goed vinden wij overigens dat het college meerjarig laat zien dat wij niet in staat zijn, ondanks de OZB-verhoging, de forse OZB-verhoging die deze raad al heeft aangenomen, om die uitdaging het hoofd te bieden, dat u daarvoor in de meerjarenbegrotingen OPM-posten opneemt. Dat roept wel een vraag bij ons op, van als wij terugdenken aan de richtingen die het controlerend orgaan, de provincie, ons heeft opgelegd, om een stabiele begroting voor de toekomst te hebben, dan is onze vraag, heeft u na ambtelijk overleg, want zo gaat het in de techniek, deze manier van begroten geaccordeerd gekregen meerjarig van de provincie. Wat wij ons blijven afvragen met elkaar is hoe de toekomst en de lobby eruit ziet voor wat betreft de inhoudelijke kant binnen het sociaal domein. Ook uw inhoudelijke rol bij het VNG op dit terrein zou toch voor onze gemeente, zo wij mogen verwachten, voor de gemeentefondsuitkering en herziening daarvan toch tot meer en beter dekkingsresultaat moeten leiden. Als wij dat afzetten tegen de tendensen en de rapportages, dan is dat met de doorkijk die we daarvan hebben, financieel wel belangrijk dat u daar inhoudelijk straks in uw termijn op in wilt gaan. Wellicht kunt u vandaag in die zin met ons ook delen hoe dat perspectief dan beschouwd moet worden. Want in die zin, de provincie die stelde voorheen de gelden beschikbaar. Toen was er ogenschijnlijk geld genoeg. En ja, het klopt dat als een gemeente dichter bij haar burgers staat, dat daar dan ook meer zicht op is. Maar daarmee betekent het in onze ogen nog niet dat het daarom direct goedkoper is geworden en dat de overheid daardoor direct zijn efficiëntieslag kon maken. Er is klaarblijkelijk, zo wij het bekijken, ook meer tijd nodig. De overgangsjaren en de gestelde 2 jaren zijn daardoor niet gehaald. Er moet meer met de voorliggende voorzieningen opgelost kunnen worden. Dat leidt overigens in Twenterand, volgens onze zichtbare informatie, ook tot betere resultaten. Voorzitter, de samenleving moet er misschien ook wel aan wennen dat er ook meer taken naar de samenleving komen. Dat zou best een gevolg kunnen zijn van de transitie en de decentralisatie. Maar voorzitter, we hebben de OZB-verhoging al fors verhoogd. En voordat we überhaupt voor de meerjarenbegroting opnieuw over OZB-verhoging met u moeten spreken, willen we eerst met u verder over de inhoud spreken binnen het sociaal domein. Gemeenten om ons heen worstelen daar overigens ook fors mee. We zagen een voorstel van 3x33%, dat is u zeker niet ontgaan, OZB-verhoging in een van onze buurgemeenten. En geeft maar aan dat er best iets aan hand is. En als wij de overige rapportage in het land lezen en u kijkt naar Amsterdam, dan zou u ook daar uw conclusies uit kunnen trekken. Maar goed, ik eindig met een citaat van minister De Jonge, die wij overigens op dit domein een zeer sterke positie vinden innemen. Ook minister De Jonge heeft zich recent uitgelaten over de decentralisatie, waarbij ik hem citeer. Ik zou niet durven zeggen dat het goed gaat. Het gaat namelijk helemaal niet goed. Hij erkent dat de bezuinigingen niet goed hebben gewerkt. Dat doet overigens geen recht aan hetgeen allemaal wel bereikt is. Er is veel bereikt. Er zijn veel jongeren in beeld. En we helpen jongeren ook concreet. Maar of de decentralisaties op dit moment tot een succes gemaakt zijn, durfde minister De Jonge niet te zeggen. Voorzitter, ik heb u aangegeven aan het eind van mijn termijn de motie namens de partijen in te dienen en ik lees u het dictum voor. Het gaat over de motie: Twenterand is trots op onze boeren.
spreekt uit dat de gemeente Twenterand grote waardering heeft voor het werk van onze lokale boerenbedrijven en haar steunt, ziet met hoeveel passie zij bezig zijn met het produceren van voedsel, het onderhouden van de natuur en hoeveel liefde zij hebben voor hun vak en hun dieren, het om die reden onwenselijk vinden dat lokale boerengezinsbedrijven gedwongen zouden zijn hun bedrijven te moeten verplaatsen ten behoeve van de stikstofreductiewetgeving. En bovenstaande, door uw college over te brengen aan gedeputeerde staten van de provincie Overijssel en alle overleggen waarin bepaald wordt hoe de stikstofreductiewetgeving ingevuld kan worden en gaat over tot de orde van de dag. Mochten hier in de tweede termijn of in uw termijn vragen over zijn, dan zal de heer Huisjes die namens onze fractie beantwoorden. Voorzitter, dit was onze eerste termijn. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel. Dan ga ik vanuit dat de motie voldoende ondertekend is en zal u ook deel uitmaken van het verdere debat. En dan geef ik het woord aan de heer Jonker van de SGP, aan u het woord. En dan moet de microfoon eerst uit. Ja. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, college, leden van de raad. Vandaag wordt met één hamerslag het besluit genomen over ruim 90 miljoen euro. En dat laten we natuurlijk niet ongemerkt aan ons voorbij gaan. En het is ook een goed moment om aan te geven wat je als politieke partij drijft. Er moeten namelijk keuzes gemaakt worden. Vorige week werd de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid gehouden. Redenen te over om dankbaar te zijn wat we allemaal hebben en kunnen, ook in Twenterand. We denken toch niet dat alles vanzelfsprekend is hier op de wereld. Spreken over religie in het publiek domein is voor velen een taboe. Ze roepen dan gelijk, kerk en staat moet je gescheiden houden. Dat klopt. Dan hebben we het over de instituten. Maar dat betekent niet dat je geen politiek mag bedrijven vanuit christelijke waarden en normen afgeleid uit de Bijbel. Het belangrijkste kompas. En voorzitter, dat moet tot uiting komen in ons beleid en tot uiting komen hoe wij onze gelden besteden. Wanneer we om ons heen kijken in de wereld, in onze samenleving, wat zijn er dan veel zorgen? Elk huis heeft zijn kruis en elk hart zijn smart. De vrijheid die de mens zoekt in het verlaten van Gods wet brengt geen vrijheid, maar laat juist gebrokenheid en een grote leegte zien. Kijkt u maar rond in de samenleving. Dagelijks kunnen we het vernemen. Grote onrust, gebroken gezinnen, moord en doodslag, haat en nijd. En de overheid wordt gevraagd om oplossingen. De overheid kan niet alles oplossen. Het gaat primair om het gedrag van ons als burger. Wij geloven dat er meer is om voor te zorgen dan alleen om het hier en nu. En dat is geen doemdenken, maar toekomstperspectief. Voorzitter, vanuit die overtuiging en dat perspectief wil de SGP richting geven. Voorzitter, dank voor de beantwoording van onze vragen. Ik zal kort ingaan op een aantal uitdagingen die wij als gemeente hebben. Laat ik beginnen bij de uitdaging rondom de stikstof. De SGP heeft daar recent artikel 40 vragen over gesteld. Feit is dat er ook in Twenterand problemen zijn. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de uitbreiding van bedrijventerrein Gastelanden. Het ligt stil. Ik herhaal hier de oproep van Bouw het Nederland en andere organisaties om de vergunningen daar ook wat mogelijk verlening voortvarend op te pakken. Verder wordt er in de discussie de boer tegenover de natuur gezet. Laten we daarmee ophouden. Natuur dient het welzijnsbelang van mensen. Het is vooral de agrarische sector die het cultuurlandschap in al zijn diversiteit heeft vormgegeven en onderhouden. We laten onze boeren daarom niet in de steek. Deze sector is het neusje van de zalm wat betreft op wereldniveau. Het verkwanselen van deze sector is niet duurzaam. Daarom verbaast het u ook niet dat wij de motie trots op de boer van harte ondersteunen. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om die sector, maar ook over de bouwers en andere sectoren. En dan, voorzitter, de duurzaamheid. Hoe gaan we de opgave die we hebben invullen? Moeten we ons al druk maken dat hier windmolens komen? Klopt het dat Twenterand aan de lat staat voor 7 windmolens, à 4 megawatt? Klopt het dat Twenterand aan de lat staat voor 106 of 108,5 hectare zonne-energie? Laat nuchterheid hier voorop staan en laten we AUB haalbaar en betaalbaar een en ander houden. Hoe geven wij invulling aan draagvlak? Hoe dan ook, er ligt vanuit het Rijk een taakstelling die via de provincie bij de gemeenten op het bordje wordt gelegd. Hoe gaat u voorkomen dat er bijvoorbeeld windmolens komen waar de gemeenschap bijvoorbeeld niet op zit te wachten? Voorzitter, het blijft stil op een aantal grote zaken.
Wanneer krijgen we de uitgewerkte plannen van het zwembad? Het zwembad is namelijk het dossier wat onder andere gezorgd heeft voor de politieke aardverschuiving. Wat zal er uiteindelijk terechtkomen van het Vitale Sportpark? Wanneer mogen we de plannen tegemoet zien? Dat geldt ook voor de plannen van het gemeentehuis en de ontwikkeling van de gronden achter het gemeentehuis. Tot nu toe blijft het stil. We zien echter wel berichtgeving vanuit dit huis komen die bij ons vragen oproepen. Eén daarvan is de oplossing van de verpauperde situatie Manitobaplein, de Rabobanklocatie. Prachtig. Ik denk dat de hele samenleving blij is. Als volksvertegenwoordiger worden we daar ook vaak over aangesproken. Mijn vraag is echter, hoe haalbaar zijn deze plannen? Als je inzoomt op de voorwaarden die gesteld worden, dan denk ik dat de verpauperde situatie nog wel blijft bestaan. En voorzitter, deze locatie of project staat niet los wat mij betreft van de centrumontwikkeling in Vriezenveen. Wat is de status hiervan? Wat doet HMO allemaal? Ook burgers hebben recht op informatie wat nu de plannen zijn of worden. Wil het college de raad informeren met een stand van zakenbrief hierover? Dezelfde vraag geldt ook voor de centrumontwikkeling in Vroomsoop. Verder, voorzitter, positieve geluiden over de Schuineweg in Westerhaag in de media. Samen een oplossing bedacht vanuit ieders belang. Voorzitter, is dat wel zo prachtig? Hoe wordt hier rekening gehouden met de veiligheid van de hoofdweg? Het deel vanaf de Schuineweg tot aan de rotonde. Hoe gaat u om met het landbouw- en vrachtverkeer, de ontlasting van het centrum? Wie krijgt de sleutel van de beweegbare paal die u voornemens bent te realiseren op de Schuineweg? U kunt niet overeind houden dat hier ieders belang een oplossing is gevonden. En is dit in lijn met wat we hebben afgesproken in de gemeentelijke mobiliteitsplan? Graag uw reactie. Het sociaal domein wordt terecht als een grote uitdaging genoemd. De SGP blijft aandacht vragen voor een aantal onbenutte kansen die de grip op de beheersbaarheid en betaalbaarheid kan vergroten. Namelijk 1. Het zogenaamde barrièremodel wat ontwikkeld is in Twents verband verder te ontwikkelen, zodat vooraf voldoende borging is om de zogenaamde zorgcowboys die frauderen of ondermaats kwaliteit leveren te weren. En 2. Handhaving en controle op oneigenlijk gebruik van onze zorg en of uitkering aan onze zorgvragen CQ onze cliënten. Cruciaal is dat de consulenten fraude alert zijn. Daar heeft u ook aandacht voor. Maar dat kunnen zij wat ons betreft niet alleen. Ik neem aan dat onze consulenten niet 's nachts werken. Er zijn gevallen denkbaar dat mensen overdag keurig op bed liggen en 's avonds of 's nachts op pad zijn. Ik wil maar dit mee aangeven dat er meer nodig is om fraude effectief te kunnen aanpakken. Onze stelling is dat uitbreiding van het aantal FTW's of inzet op het gebied van fraudebestrijding juist leidt tot de nodige verlaging van de kosten. Deelt de wethouder onze mening? Verder, voorzitter, weten we dat de wethouder druk is om te komen tot een nieuwe nota evenementen. Op eerder gestelde vragen van ons geeft het college aan dat geluidsoverlast zonder concrete normstelling niet effectief is te bestrijden. Dat is precies waar het om gaat. Geluidsoverlast is een steeds groter wordend probleem in de samenleving. Noodzakelijk is dat normstelling voor geluid wordt geregeld. Deelt de wethouder deze mening? Wat betreft het leerlingenvervoer worden wij geconfronteerd met grote begrotingsafwijkingen. Bij de beantwoording van onze technische vragen kregen wij de mededeling van een kostenstijging van 6,7% in 2020, waarmee nog geen rekening gehouden is in de programmabegroting, terwijl de NEA-index contractueel wel is afgesproken. Kunt u daar een nadere uitleg aan geven? Voor het punt en de klampen worden voor de jaren na 2020 geen extra bijdragen begroot. Aangegeven is dat bij de kadernota 2021 structurele voorstellen zullen worden voorgelegd. Wij kunnen niet anders concluderen dan dat het gevaar reëel is dat we opnieuw met tegenvallers te maken krijgen. Ook hierbij graag de reactie van het college. Tot slot, voorzitter, we willen het college en al onze ambtelijke medewerkers bedanken voor het vele werk wat verricht is. Er staan veel behartenswaardige zaken benoemd die we ook van harte zullen steunen. En het is en blijft ons voornemen om constructief samen te werken ten goede voor onze inwoners in heel Twenterand. Ik heb 1 motie, voorzitter. Ik zal het dictum voorlezen. Ik dien die namens GBT en het CDA in.
En het dictum luidt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een zonnepark op het water te realiseren en met een voorstel te komen naar de raad. Dus de motie is getiteld Zonnepark op het water van de zandwinning Oosterweilanden. Dank u wel. Dank u wel. Dan voldoende ondertekenis maakt u deel uit van de beraadslagingen. En dan geef ik nu het woord aan de heer Veldmeijer. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Nou, spannend vanavond. Voorzitter, de begroting is de kadernota met de daarin opgenomen wijzigingen. En tijdens de kadernota die we op 9 juli dit jaar hebben besproken met elkaar, zijn er 31 moties en amendementen ingediend, waarvan 28 door de oppositie en 3 door de coalitie. En die van de coalitie zijn allemaal aangenomen en van de oppositie van die 28 is er 1 aangenomen en het was ook nog een hele onbeduidende motie. Voorzitter, met andere woorden, de invloed van de oppositie op deze begroting is 0. Er komt een interruptie aan, voorzitter. Misschien willen we de interruptie wel een beetje beperken, dus meneer Reusken, aan u het woord, maar ik probeer gewoon iedereen zijn hele verhaal af te laten maken. Meneer Reusken. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het heel kort houden. Een hele mooie opsomming van de heer Veldmeijer van de PVV. Ik zou hem graag willen corrigeren. Ik denk niet dat het een onbeduidende motie was, aangezien die wellicht op uw stem na door alle andere collega's is aangenomen. En het gaat over een cultuurgoed, namelijk het Neder-Saksisch. En dat is niet onbeduidend, dat is 1. Het tweede is, volgens mij is er ook een motie aangenomen over het Veenmuseum die ingediend is door de Partij van de Arbeid. Dus het zijn niet 1 motie die aangenomen is, maar 2 moties. En ik zou hem graag dat ter aanvulling mee willen geven. Dank u wel, voorzitter. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, ik weet niet of die motie nou van de PvdA was of uiteindelijk van de GBT. Maar goed, dat kwam waarschijnlijk door de warmboel toen. Voorzitter, maar met andere woorden, de invloed van de oppositie op deze begroting is 0, is niet heel. En zo voelt het ook, voorzitter. En de oppositie doet er niet toe. Want GBT heeft hier de absolute macht. Of moeten we zeggen, Marcus Elsinga, want de rest van GBT die zit hier alleen maar om mooi te wezen. Meneer Veldmeijer, het is een fractie. En machtsdenken vindt hier niet plaats, dus ik wil u vragen om dat niet bij herhaling te benoemen. Dat was de eerste keer volgens mij, voorzitter. Dan weet u dat een tweede keer niet aan de orde is. Ja. En de ChristenUnie die loopt weer een beetje achteraan en die krijgt af en toe van GBT een cadeautje. Zoals een scheidingsloket of scheidingspunt of ja, hoe het ook mag heten. En bij de oppositie, en ik vertel geen sprookjes, voorzitter, hebben we het er wel eens over gehad om gewoon maar thuis te blijven. Want we zitten er toch slechts bij als decor. En laat GBT me dan lekker alleen in de raadzaal zitten. En want voorzitter, op 21 maart 2018, anderhalf jaar geleden, haalde GBT 44% van de stemmen. Maar dat is niet de meerderheid, maar door het kiesstelsel betekende dat wel 52% van de raadzetels. En dat betekent wel een enorme verantwoordelijkheid voor GBT. En in Tubantia had toen vorig jaar een kop, monsterzegen GBT in Twenterand. En we hebben inderdaad een monster geschapen. Want wanneer je eigenlijk 2 zetels te veel krijgt, door het kiesstelsel en je krijgt de absolute macht, dan vraagt dat nogal wat van GBT. En dat betekent dat, volgens ons, dat je ook af en toe mee moet bewegen met de oppositie, dat je af en toe de ander ook wat moet gunnen. Want iedere relatie waarbij de ene partij alleen maar neemt en de andere partij alleen maar moet slikken, die is gedoemd te mislukken. Het is geven en nemen in het leven. En GBT neemt alleen. Dit gevoel overheerst, voorzitter, niet alleen bij ons, bij de oppositie, maar ook bij de inwoners. En vandaar de referentie, natuurlijk figuurlijke zin, het monster. En we begrijpen heel goed, de PVV begrijpt heel goed, wanneer je hier de absolute macht hebt, dat je in die periode, in die 4 jaar,
zoveel mogelijk van je idealen of standpunten wil verwezenlijken. Prima. Maar je zult om draagvlak te houden onder de bevolking, zul je dus af en toe moeten geven aan de oppositie. Want de oppositie vertegenwoordigt ook een groot deel van de inwoners. En we moeten ook niet vergeten dat we in een periode zitten dat kiezers niet meer zo honkvast zijn als vroeger. En als een partij enorm snel kan opkomen, dan kan het electoraat vandaag de dag ook heel snel afbrokkelen. En dat kan bijvoorbeeld in deze periode gebeuren door de kwesties Dekker en Ollebouw. Onderwerpen die enorm leven binnen onze gemeenschap. Waar de emotie enorm opspeelt bij de omwonenden en de betrokkenen. En zo begrijpt niemand de opstelling van GBT in deze kwestie. Zonder een valide argument dwarsboom je een wens van een bedrijf, een wens die ontzettend gedragen wordt door de omgeving. En als je dat negeert zonder een valide argument, dan is dat gewoon... Meneer Veldmeijer, ik weet dat er straks al een keer een debat hierover plaatsvindt. Er heeft al een keer een debat over plaatsgevonden. En dit gaat over de programmabegroting, dus ik wou u vragen om ze daarbij te beperken en niet een aantal thema's die straks nog weer aan de orde komen en al aan de orde geweest zijn, voor alle duidelijkheid. Maar het is politieke zelfmoord. Maar we hebben het ook over vertrouwen van de politiek en de burgers. En die kloof die is best wel groot. En als je dan naar buiten uitdraagt dat in kwestie Dekker een unanieme beslissing is van de GBT-fractie, dan vergroot je de afstand met de bevolking. Want de bevolking weet dat het geen unanieme beslissing was. En ook in het dossier Ollebouw is niet goed gehandeld. Wij wilden vanaf het begin, toen Marjan de aankondigde dat ze andere plannen hadden, wilden we dat de wethouder een hele voorname rol zou gaan spelen. Niet om valse hoop te wekken, maar gewoon, de gemeente is wat ons betreft de enige onafhankelijke partij in deze. Want een woonbond die betaald wordt door Meijander is niet onafhankelijk. En de coalitie had heel veel krediet kunnen opbouwen door op dat moment als een soort liaison op te treden en te waarborgen dat onze inwoners echt invloed konden uitoefenen op het hele proces. En ook in dit proces, voorzitter, zien we één partij die alleen maar neemt, Meijander, en de andere partij die alleen moet slikken. De bewoners. Dit werkt niet. En we stelden ook de volgende vraag aan de wethouder. Wat is de staat, u heeft gesprekken gehad, wat is de staat op dit moment van die gesprekken? En klopt het, zie het burgerlijk wetboek, dat ook bij nieuwbouw, en we hebben gezien dat andere corporaties daarmee werken, dat ook bij nieuwbouw 70% van de bewoners achter een plan moet staan van de woningcorporatie? Graag uw antwoord. En voorzitter, even terugkomend op die kadernota. Wij hebben toen met de PVV een motie ingediend en dat had betrekking op de hondenbakken. We vroegen ons af van om draagkracht te creëren voor dat beleid moet je voldoende hondenafvalbakken hebben voor de hondenontlasting. En we gaven het college in die motie ook opdracht, ga eens onderzoeken waar die komen te staan. Nou, de wethouder zei toen op 9 juli, dat was niet nodig, want ons beleid is afdoende. En GBT zei later dat dat wel terug zou komen in een of andere burgerpeiling. En toen vroegen wij ons af, wie regeert hier nu? Is dat de wethouder die zegt, het huidige beleid is afdoende, of is dat toch GBT achter de schermen? Dus pogingen, en we hebben dat gezien bij het Veenmuseum, we hebben dat gezien bij Manna, Vrooms Hoop, Stichting Manna, poging van de oppositie om invloed uit te oefenen op beleid, worden gewoon, ja, hoe moet je dat zeggen? Er wordt gewoon niet op ingegaan. En dat is gewoon jammer, voorzitter, want dan maak je de oppositie mond dood. En dat voelt niet goed. En wat dat betreft denken wij als PVV, dan houden we onze rol maar in het politieke bestel die we vaak vervullen. En ooit heeft een wethouder tegen me gezegd dat de PVV heel belangrijk is, ook voor de discussie achter de schermen. En laat ons dan maar opkomen voor de belangen van onze inwoners en ondernemers. Laat ons maar belangrijke punten op de agenda zetten. En laat ons maar bepaalde dingen realiseren achter de schermen voor inwoners. Bijvoorbeeld een stukje groen die mensen bij een tuin kunnen aantrekken. U heeft nog een minuut, meneer Veldmeijer. Ja. En laat ons de ridiculiteit van de energietransitie maar aantonen. En van de stikstofdepositie discussie en van de CO2-discussie.
Want het blijft voor ons een heel groot raadsel waarom Twente Rand voorop wil lopen in die energietransitie. Biomassa is veel vervuilender dan kolen, veel vervuilender dan gas. De vraag aan de wethouder is, voorzitter, van de hernieuwbare energie, hoeveel procent komt van de biomassa? Dan zal ik een gedeelte overslaan. En we hebben inmiddels ook antwoorden gekregen op de vragen over subsidie zonnepark Oosterweilanden. De boel zit op slot voor boeren en ondernemers. Heeft u nu spijt van subsidie zonnepark Oosterweilanden? Nu afronden. Ja, we gaan afronden. En we willen ook weten hoe staat het met de windmolens aan onze gemeentegrenzen in Adorp en Wierde en Daarle. Laatste zin. Nou, voorzitter, ik heb hier geen tweede termijn in. U heeft tien minuten gehad, u bent er al overheen. Iedereen houdt zijn binnen. Heeft u daar de interruptie meegerekend? Of? Ja, heb ik ook meegegeven, we zitten nu al overheen. Nou, dan maak ik de rest af in de tweede termijn, voorzitter. Zullen we het zien. Dank u wel, dan geef ik het woord aan de heer Kopers. Dank u wel, voorzitter. Ja, voor ons ligt dan de begroting voor 2020. En op basis van de kadernota, die we al uitgebreid hebben behandeld hier in deze raad, is er nu een begroting voorgelegd die in grote lijnen zou moeten overeenkomen met die kadernota. Echter met die verstande dat wijzigingen die we hebben besproken bij het behandelen van de kadernota zouden zijn doorgevoerd. De VVD heeft deze begroting dan ook doorgenomen en is op zoek gegaan naar deze wijzigingen. Dat was echter wederom een fikse klus om dit uitgebreide document door te spitten. De VVD heeft al vaker aangegeven dat we dit document te omvangrijk vinden en dit graag wat beknopter zouden willen hebben. Maar daar zullen we dit keer geen motie voor indienen, want dat blijkt te moeilijk te zijn. Wij waren in de veronderstelling dat afgesproken was om in deze begroting duidelijk aan te geven waar de wijzigingen ten opzichte van de kadernota te vinden zouden zijn. Ik merkte dat de heer Kuilder net die opmerking ook al maakte. Dat zou kunnen door middel van een voorblad waarin dit opgesomd kan worden of door middel van een kleurindicatie in het document. Wij hebben het echter niet gezien en dat is jammer, want dat had erg veel tijd kunnen beschelen. Wij verzoeken daarom alsnog of we een toezegging kunnen krijgen of dit volgend jaar wel op een andere manier kan. Of dit op een andere manier kan worden toegepast. Wat betreft de begroting op zich komt die ons wel over zoals we die hadden verwacht. Dat hier wat andere keuzes in worden gemaakt dan de VVD had gedaan, mogen duidelijk zijn. Maar daar hebben we het bij de kadernota al over gehad. En zullen we hier niet nog eens opnieuw gaan overdoen. Dat was ook de afspraak in deze nieuwe opzet. Neemt niet weg dat we ons als VVD toch wel wat zorgen maken over een aantal zaken die we toch even willen benoemen. Allereerst de mogelijkheid voor woningbouw voor starters. Die zijn in de kern Frieseveen erg beperkt, of eigenlijk niet aanwezig. Is het college hiermee bezig en komen hier nog voorstellen op, of laten we dit op zijn beloop, waardoor onze jongeren naar elders worden gedwongen te verhuizen? En hoe staat het met de voorstellen omtrent het zwembad van Frieseveen? Het is hier omtrent oorverdovend stil, terwijl het zwembad toch dringend aan vervanging toe is. We zien hier ook geen reserves voor opgenomen in toekomstige jaren. Komen hier nog voorstellen voor en zo ja, wanneer dan? Dat geldt tevens voor de ontwikkeling van het sportpark en de sportvisie. Worden hier stappen ingezet of wordt dit op de lange baan geschoven? Graag uw reactie. Wat betreft de huidige sportvelden is voor ons in deze begroting onduidelijk hoeveel kunstgrasvelden nu worden vervangen. Er wordt enerzijds gesproken over 4 velden die even oud zijn en aan vervanging toe zijn. En daar worden ook bedragen voor genoemd. Echter op bladzijde 89 wordt er maar gesproken over uiteindelijk 2 velden. Welke velden zijn dat dan? En worden die andere 2 dan niet vervangen? Of komt dit in een later stadium, bijvoorbeeld 2021? En wat zijn dan hierover de afspraken die met de voetbalverenigingen zijn gemaakt? Kunt u ons hier wat duidelijkheid over geven? Daarnaast, voorzitter, heeft de VVD nog wel een aantal vragen die we echter hier niet zullen gaan neerleggen. We hebben ervoor gekozen die per schriftelijk vragen via de griffie naar het college te laten komen, zodat hier duidelijke antwoorden op kunnen worden geformuleerd en we desnoods hier aparte debatten over kunnen gaan agenderen. Ten slotte is de VVD benieuwd of met deze begroting de verschillende doelen worden bereikt zoals het college zich dit voorstelt. Dat gaan we in de toekomst zien. En we doelen dan bijvoorbeeld op de kernbudgetten, het scheidingsloket, de oplossingen die nog moeten komen voor het punt en de klampen, het innovatiefonds sociaal domein,
uitbreiding van het aantal boa's enzovoort. Allemaal plannen die in de toekomst hun effect moeten laten zien. En daar zijn we erg benieuwd naar. Graag uw reactie op de gestelde vraag. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Reusken. Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik het college bedanken voor de begroting en de verwerking van de moties en het amendement van de behandeling in de kadernota van 9 juli die we toen besproken hebben. En met deze begroting, ruim 90 miljoen werd al eerder genoemd, gaan we vastleggen welke gelden we in 20 rand gaan besteden, welke richting op we willen, want het gaat tenslotte om de toekomst. De Partij van Arbeid heeft bij de kadernota ook al genoemd dat voor wat betreft ons het gaat om meedoen. Een sociaal 20 rand en een duurzaam 20 rand. Dat zijn de begrippen die voor Partij van Arbeid GroenLinks centraal staan. Waarbij bestaanszekerheid de kern is. En daar moeten we met elkaar aan bijdragen. Onze inbreng zullen we dadelijk nog een aantal punten benoemen die we toch van belang vinden. Maar eerst een algemene reactie op de wijzigingen in de begroting ten opzichte van de kadernota. We steunen de wijzigingen zoals die opgenomen zijn. We vragen nog wel aandacht voor het volgende. Als het gaat om handhaving bij evenementen en complexe vergunningen is het vaak zo dat het gaat om inzet van vrijwilligers. Dit doen zij met veel inzet en veel plezier. En leveren prachtige evenementen op waar we allemaal ook van kunnen genieten. En dat moeten we onderhouden en blijven ondersteunen. En ja, evenementen moeten voldoen aan eisen. En ja, dat moet op veilige manier gebeuren. U stelt dat het moet voldoen aan marktconform gedrag. Toen heb ik toch echt even moeten zoeken, wat is marktconform gedrag? Zou u dat nader kunnen duiden wat u daarmee bedoelt. Belangrijker vinden wij zelf dat de gemeente samen met organisatoren aan de voorkant van evenementen gaat afstemmen om te zorgen dat als er handhaving, dat handhaving voorkomen wordt. Want dan hebben we met elkaar een mooi evenement. Versterking lening vloer van het Veenmuseum. Goed dat we dit als raad hebben gedaan. Ik ben benieuwd of u inmiddels al overleg heeft gehad met het bestuur van het Veenmuseum en kunt u ons vertellen wat daar de stand van zaken van is. Het ontwikkelprogramma Platteland wordt ook genoemd bij de wijzigingen. En daar staat in dat er een samenhangend pakket moet zijn aan mogelijkheden voor de bevordering van vitaliteit. Dat is een mond vol. Maar wat gebeurt er nu? Worden er alleen maar activiteiten aangejaagd? Of hoe gaat u dat nu concreet vormgeven? Wat gaat u doen in 2020? Want wat wij lezen is alleen maar aanjagen van initiatieven en ontwikkelen van initiatieven. En uiteindelijk zullen initiatieven vertaald moeten worden in concrete uitvoering. Zijn daar straks ook middelen voor beschikbaar? Als het gaat over alfabetisering heeft het GBT al aangegeven dat dat goed is dat dat voortvarend opgepakt wordt. En dat heeft dan ook onze volledige steun. Voorzitter, een aantal punten die ik net al noemde waar we toch aandacht voor vragen. Dat is allereerst de jeugdzorg. We hebben voor de zomervakantie, of onlangs ook, al onze zorgen geuit over de bezetting als het gaat om de jeugdconsulenten. Daar zijn we inmiddels uitgebreid over geïnformeerd en we hebben begrepen dat de maatregelen getroffen zijn. Echter, afgelopen week was er een alarmerend rapport over de jeugdzorg en daar heeft de ChristenUnie net ook al een en ander over gezegd. Maar we zijn benieuwd of daarin al door de wethouder stappen zijn ondernomen, dan wel in de regionaal verband binnen Twente de eerste stappen worden ondernomen. En zo ja, welke zijn dat dan? Toegankelijkheid, voorzitter. In onze inbreng bij de kadernota hebben wij als Partij van Arbeid GroenLinks hier uitgebreid bij stilgestaan. Voor de Partij van Arbeid GroenLinks is dit een zeer belangrijk thema. Het college heeft aangegeven dat zij hier op een later moment nog op terugkomt. Op een motie van de Partij van Arbeid in de vorige raadsperiode 2017 over het uitvoeringsplan. Er is ons gemeld dat we daar nader over geïnformeerd zouden worden. Daar staat in de lijst van toezeggingen in december. Nou, dat is het volgens mij over 2 weken. Wat mij betreft moet het niet alleen maar beleiden met de mond zijn, maar we zouden graag willen zien wat is nu echt de stand van zaken en welke acties zijn nu uitgevoerd. Want alleen beleiden met de mond, gaf ik net al aan, is wat ons betreft niet voldoende. Ruimte. Ecologisch bermbeheer. De Partij van de Arbeid heeft hier in het verleden ook al schriftelijke vragen over gesteld. En we hebben nu de afgelopen weken ook contact gehad met diverse buurtbewoners en organisaties die daar heel actief in zijn. En mensen willen wat en mensen willen daar ook mee aan de slag gaan. En een aantal mensen hebben daarbij voorgesteld, is het niet mogelijk voor ons om groenstroken te adopteren en daarmee aan de slag te gaan en bijvoorbeeld daar bloemrijk graszaad in te zaaien. Ik denk bijvoorbeeld aan initiatieven rondom
Right to Challenge. Ik zou graag een reactie van de wethouder daarover willen horen. Voorzitter, daarbij spelen ook onze boeren een belangrijke rol. En ik kom daar dadelijk als reactie op de motie nog op terug. Wij zien dat onze agrariërs vanuit Europa, let wel, vanuit Europa, subsidie krijgen. Subsidie krijgen op verschillende fronten. Jonge boeren krijgen subsidie. Onze boeren in Twenterand krijgen ook subsidie voor duurzaamheid. Wij zijn dat eens gaan onderzoeken en het blijkt dat daar ongeveer om 1 miljoen euro gaat die onze agrarische ondernemers krijgen voor duurzaamheid. Ik ben benieuwd of het college daarvan op de hoogte is. En is het er niet een idee om in het kader van duurzaamheid en het duurzaamheidsfonds die wij hebben, om met die agrarische in overleg te gaan en te kijken hoe kunnen we nu aan duurzaamheid, ecologisch bermbeheer, dat samen met jullie doen. Dat lijkt me een prima mogelijkheid en kans om daar samen naar te kijken. Want biodiversiteit is tenslotte van groot belang en dit moet aandacht blijven houden. Een ander punt, voorzitter, daar heeft de wethouder Koster op gereageerd. Wij hadden een vraag gesteld over het vergroenen van de achtertuinen, waar vaak nog veel steen is. Wij hebben gevraagd, is het een idee om zich aan te sluiten bij Steenbreker? Daarvan heeft de wethouder gezegd, nou, doe nu nog maar even niet, want wij willen eerst een stresstest gaan uitvoeren. Is deze stresstest al uitgevoerd, wethouder, en wat zijn daarvan de uitkomsten? Eemersdijk-Svenen. Meekoppenkansen. Volgens mij moeten we nu spreken over combikansen, heb ik inmiddels in de wereld van de natuurorganisaties gehoord. We zien nu de eerste effecten van de interne maatregelen in de Eemersdijk-Svenen. En dat levert ook veel commotie, veel publiciteit op. Ook veel mensen die daar verschillende meningen over hebben. Tegelijkertijd zijn er ook veel burgerinitiatieven waarbij organisaties heel actief zijn om te zeggen van hé, maar dit is de kans om ook met die omgeving, bijvoorbeeld rondom recreatieve routes, aan de slag te gaan. Wij zijn benieuwd wat het college daarmee wil gaan doen en of het college ook bereid is om daar actief mee aan de slag te gaan in de zin van om dat financieel te gaan ondersteunen. En we zijn daarbij ook benieuwd hoe ver staat het proces van de bakcommissie, zoals dat heet, de commissie met de verschillende organisaties die bezig zijn om die bufferzone rondom de Eemersdijk-Svenen in te richten. Want ik heb begrepen dat oorspronkelijk de bedoeling was om in december daar al een standpunt over in te nemen. En ik vind het zelf stil op dit moment. Dus ik ben benieuwd naar de stand van zaken. Cultuur heb ik in mijn interruptie al iets over gezegd richting de PVV. Goed dat dit gebeurt. Wethouder, ik ben benieuwd of de naambordjes binnenkort op 1 januari al tevoorschijn gaan komen of welke andere dingen er gaan gebeuren. Voorzitter, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, maar ik zou graag willen reageren op 2 moties. Nog ietsje meer dan 2 minuten. Ietsjes meer dan 2 minuten, een minuut per motie. Want ik heb een aantal dingen ook overgeslagen en ik vond die moties toch wel van belang. De motie van de SGP, die gaan wij steunen. De reden waarom wij niet mee hebben ingediend, is dat er een tweetal zaken staan bij de overwegingen. En dat heb ik ook met de heer Jonker al gedeeld. Is dat er minder druk komt op de landbouwgronden om te vormen tot zonneparken. Volgens mij moeten we daar nog steeds naar blijven kijken. En het andere punt is, burgers willen investeren in duurzaamheid en eventueel kunnen participeren. Het zou mooi zijn als dat alleen niet maar bij dit initiatief gebeurt. Bij de zonnepark op water van de Zandwin, maar dat het ook gebeurt bij andere zonneparken waarin ook burgers zouden kunnen, misschien wel moeten participeren. Voorzitter, dan de motie. Twenterand is trots op onze boeren. Ik wil toch even de motie erbij nemen zoals ik hem opgestuurd heb gekregen, voorzitter. Daar staat bij het laatste punt spreekt zich uit. Het zou om die reden onbespreekbaar vindt dat agrarische ondernemers gedwongen hun bedrijf zouden moeten verplaatsen. Onbespreekbaar. In de motie die mij is toegestuurd. Ik ga vervolgens naar de motie zoals die hier voor ligt. Daar staat niet meer onbespreekbaar, maar onwenselijk. Zou de indiener van de motie mij in de tweede termijn kunnen uitleggen waarom het van onbespreekbaar naar onwenselijk is gegaan? Want kennelijk. Ja, meneer Reusken, het is duidelijk, de motie ligt er zoals die er ligt. En wat ervoor gedeeld wordt, maakt geen deel uit van de discussie, het debat hier in de Raad. Dan wil ik u toch wel eventjes aangeven. De motie is ingediend zoals deze ingediend is door de ChristenUnie namens een aantal andere partijen.
Voorzitter, u heeft gelijk. Goed dat u mij daarin corrigeert. Desondanks dat het van onbespreekbaar naar onwenselijk is gegaan, zullen wij deze motie niet steunen, voorzitter. En daar hebben wij onze motivatie ook voor. Ook wij zijn trots op de boeren. Laat daar geen misverstand over zijn. Want wat de boeren in Nederland doen is van een hoge kwaliteit. Wij zijn niet voor niets het tweede voedselproducerende land van de wereld. Maar daar zit precies het punt. Daar is waar we het met elkaar over moeten hebben. Is dat in de huidige tijd, in de huidige omstandigheden waar we leven, nog wel houdbaar? Naar onze mening is dat niet langer houdbaar en zullen we met elkaar moeten kijken hoe we duurzaamheid op een andere manier vorm gaan geven. En dat kan betekenen dat we een aantal dingen die we nu vanzelfsprekend vinden, niet langer vol kunnen houden. En dit probleem zal in dialoog met elkaar opgelost moeten worden. En dat betekent ook dat we scherpe en moeilijke keuzes zullen maken. En dat zal ook betekenen dat dit betekent dat wellicht agrariërs gedwongen zullen moeten stoppen in nabijheid van natuurgebieden. En dat is de reden waarom wij deze motie niet zullen steunen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. En dan zijn we de eerste ronde van de raad hebben we gehad. Ik kijk naar het college, ik kijk naar wethouder Koster, die als eerste namens het college zal reageren. En dan gaan we zo van links naar rechts de andere collegeleden indien nodig. Zullen die reageren? Meneer Veldmeij heeft een vraag. Nou, meer punt van orde, voorzitter. Het valt me op dat de heer Reuske meer spreektijd heeft gehad dan ik. Jawel. En dat is, die opmerking wil ik toch gemaakt hebben. De heer Reuske heeft 10:45 gehad en u heeft 10:30 gehad. Meneer, maar ik heb ook die interrupties eraf gehad. Bij u en bij de heer Reuske. De heer Koster, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zou het punt van orde eigenlijk even willen voorstellen dat ik nu even reageer op de programmabegroting zoals die er ligt. En dan vervolgens de inhoudelijke vragen die gesteld zijn, om voordat we die gaan beantwoorden, om dan eerst even te gaan schorsen als college. Is het lastig? Ik kijk even naar de raad, want heeft u zelf alles in één keer? Dan nu eerst schorsen. Dan gaan we eerst schorsen. Ja. Hoeveel tijd denkt het college nodig te hebben? Ja. Kwartier? Kwart voor negen? Kwart voor negen gaan we weer verder. Goed, ik ga kijken of ik iedereen weer op de plek kan krijgen. En meestal lukt me dat wel. Dat gaat helemaal goed. Ik moet er altijd wel voor zorgen dat alle fracties aanwezig zijn. Vertegenwoordigers van alle fracties. Ik mis al één fractievoorzitter. Ja, die komen ook. Dan zijn we volgens mij weer helemaal compleet. En dan geef ik als eerste het woord namens het college wethouder Koster aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals u ziet heb ik de koffer meegenomen van de minister van Financiën, de heer Hoekstra. Wat zegt u? Ja, het is ook eigenlijk een imitatie. Maar in een soortgelijke koffer, en dan iets groter, presenteert hij elk jaar aan de Tweede Kamer op Prinsjesdag de miljoenennota, de begroting van het Rijk. En uit deze begroting krijgen gemeenten een deel. Ik ben geneigd te zeggen een klein deel, namelijk de algemene uitkering. Die algemene uitkering is onder andere de basis voor onze gemeentelijke begroting die vandaag voor ligt. Helaas is het zo, en ik zei het net al, dat gemeenten veel te weinig geld krijgen voor de taken die ze moeten uitvoeren. Terwijl het goed gaat met Schrijks schatkist, zien we overal in de regio en ook in Nederland dat gemeenten moeten bezuinigen. En of de OZB met tientallen procenten tegelijk moeten verhogen om die begroting sluitend te krijgen. Als ik om me heen kijk in Twente, zie ik dat ook bij diverse gemeenten gebeuren. En ik zal verder geen namen noemen, maar als u de krant leest, dan weet u welke gemeente ik bedoel. En tegelijkertijd gaat het met de Nederlandse economie nog steeds goed. Hoewel de PAS en de PFAS-problematiek
natuurlijk wel heel snel opgelost dient te worden. Maar alles in oogschouw nemende is het aan inwoners wel lastig uit te leggen waarom gemeenten het financieel zo moeilijk hebben. Ik zei het al, het Rijk legt steeds meer taken bij gemeenten neer. En bij die overleving van die taken compenseert het Rijk gemeenten financieel onvoldoende. Zie daar de oorzaak van de problematiek. Daardoor worden gemeenten voor enorme uitdagingen gesteld. En dat is ook in Twenteland het geval. Als je dan ook in oogschouw neemt de omgevingswet die op ons afkomt, de energietransitie, de klimaatadaptatie en de problematiek van de PAS en de PFAS, die gemeenten ook financieel gaan raken, dat alles bij elkaar maakt ook dat ik u als uw wethouder financiën van deze gemeente een duidelijke financiële winstwaarschuwing wil afgeven. Ja, als we dan nu naar die voorliggende begroting kijken. In die begroting 2020 is de kadernota 2020, die uw raad al heeft aangenomen, verwerkt, inclusief de aangenomen amendementen en moties. Een aantal fracties hebben gezegd, wij vinden het heel lastig om te beoordelen waar nou die verschillen liggen. Ik wil dan toch echt verwijzen naar de pagina's, dan moet ik even kijken, want ik had het opgeschreven. Pagina's 10, 11 en 12, waarin toch vrij duidelijk staat vermeld wat nou die verschillen zijn. De begroting is dus feitelijk de kadernota met daarin opgenomen de wijzigingen. Enerzijds inhoudelijk, naar aanleiding van de aangenomen moties en amendementen, en anderzijds financieel, naar aanleiding van de meicirculaire, en daarover bent u begin juli geïnformeerd, de BERAP 2019 en diverse technische correcties. Feitelijk, dat in oogschouw nemen, zou deze begroting dus eigenlijk een hamerstuk moeten zijn, en ik geloof dat een van de fractievoorzitters dat ook als zodanig memoreerde. Ondanks een tekort in het meerjarenperspectief leggen we deze begroting toch aan u voor. Voor het jaar 2020 is de begroting sluitend. Voor de jaren 2021 en verder zijn er nog heel veel onzekerheden over de kostenontwikkelingen, nieuwe verdeelmodellen, algemene uitkering en het verdeelmodel bijdragen binnen het sociaal domein. Die kunnen we allemaal de komende jaren verwachten. Het college blijft zich echter inzetten voor een reële en sluitende meerjarenbegroting. Voor ons is en blijft solide en transparant financieel beleid noodzakelijk. En we blijven volop verder werken aan ons coalitieakkoord aan een kernachtig en veranderend Twenterand. Na de presentatie van de programmabegroting kwam de septembercirculaire. En dat geeft het beeld zoals in de brief aan uw raad is gericht. Het is eigenlijk een beetje saai, maar het hoort er ook bij om die cijfers even te presenteren en te duiden. En u bent daarover ook schriftelijk geïnformeerd. Als u dan kijkt, de septembercirculaire laat zien dat daar een voordeel in zit, maar tegelijkertijd, er zaten ook taakmutaties in, lasten, per saldo is 2020 nul. Als je dan verder kijkt, in 2021, 2022 en 2023, dan leidt dat tot een positief resultaat. Een positief saldo. Op zich is dat mooi en zou je ook kunnen zeggen van mooi. Vanaf 2021 zijn de vooruitzichten positief. Maar ik wil u toch waarschuwen om daar zeer terughoudend mee om te gaan. En die argumenten die heb ik ook benoemd in de brief over de septembercirculaire. Het belangrijkste is dat in de kadernota en daarmee in de programmabegroting voor 2020 een indexering op het sociaal domein is meegenomen, ter grootte van 1,3 miljoen euro als financiële tussenoplossing, totdat het nieuwe verdeelmodel in werking treedt. Ja, mijn wethouder, de heer Veldmeijer, heeft een vraag aan u. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder spreekt over een sluitende begroting en dan denk je, ja, dan zijn de baten en lasten die komen, die zijn gelijk. Dat is niet zo, want er wordt vanuit de reserve, wordt zeg maar zoals bij een burger van de spaarrekening, wordt naar de betaalrekening overgeboekt en wordt er gesproken over een sluitende begroting of een sluitende betaalrekening. Maar klopt het dat als je kijkt vanaf 2020 naar 2023 dat we ruim 7 miljoen op onze reserves interen om die begrotingen, ook die meerjarenbegrotingen, sluitend te krijgen.
Klopt dat? En de tweede vraag is, hoe lang hou je dat als gemeente dan vol? Wethouder, aan u het woord. Ja, dank u wel. Voorzitter, we hebben een aantal PM-posten opgenomen vanaf 2021, waarin we een aantal aannames doen. En als ik mijn verhaal afmaak, misschien dat het dan ook iets duidelijker wordt. Voor 2020 hebben wij inderdaad een beroep gedaan om de begroting sluitend te krijgen op een uitname uit de reserve sociaal domein. En dat is dan die indexering waar ik het over had van 1,3 miljoen. Voor de daaropvolgende jaren hebben wij stelposten opgenomen, ook in het kader van de verwachte herverdelingseffecten, de herverdeling van het gemeentefonds. En dat zijn aannames, maar dat zijn tegelijkertijd ook de risico's. En als je dat dan bij elkaar optelt, wij hebben dus voor 2021 die stelpost van 1,3 opgenomen. En daarop volgend in 2022 1,5 miljoen. En in 2023 1,9 miljoen als extra te ontvangen rijksbijdrage. Maar zoals ik al zei, het is niet zeker of die bijdragen ook daadwerkelijk worden ontvangen. De positieve effecten van de septembercirculaire op de jaren 2021-2023 kunnen dat risico dus ook dempen. Dus dan wordt het minder. Maar het is en blijft een risico. En mijn voorstel is dan ook om de uitkomsten van de meicirculaire af te wachten. En niet nu al het voordeel uit de septembercirculaire, maar ik geloof ook niet dat die bereidheid in deze raad er is, om de voordelen uit de septembercirculaire nu al te gaan bestemmen. Dat risico is gewoon te groot en dat raad ik u als wethouder financiën dan ook sterk af. En nogmaals, voor wat betreft 2020 kunnen wij dat risico afdekken uit de reserve sociaal domein. En dat alles gezegd hebbende, kom ik eigenlijk op het punt wat ook gemeente Belangen Twenteland zegt van ja, en de ChristenUnie refereert daar ook aan, van is dit ook ambtelijk met de provincie overlegd? Dus ik wil even stoppen, want meneer Veldmeijer blijft staan, dus die heeft waarschijnlijk nog een aanvullende vraag. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik dacht er komt nog een antwoord, maar ik gewoon heel simpel, als ik een simpele rekensom maak en ik kijk naar begroting en ik kijk naar de staat van de reserves, dan zie ik een verschil van ongeveer 7 miljoen tussen 2020 en 2023. Maar zegt u nu dat is een aanname die gunstiger kan uitvallen of zit ik met die 7 miljoen helemaal verkeerd? Dat wil ik de wethouder vragen, voorzitter. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik wil daar zo meteen even op terugkomen. Ik kan daar nu op dit moment geen antwoord op geven. Als het niet is, kan het altijd nog later die vraag beantwoord worden. Ja. Wethouder, vervolg uw betoog. Ik had het over die dekking van die 1,3 miljoen voor 2020. Die hebben wij gedekt vanuit de reserve sociaal domein. Als je kijkt naar het financieel toezichtskader, waarmee de provincie naar onze begroting kijkt. Daar waar zij in september ons ambtelijk aangaven dat zij vonden dat onze begroting sluitend was, kwamen we eind september, begin oktober, kregen wij signalen uit Zwolle. We wilden toch eens met de gemeente Twente rond om tafel. Want vanuit ons toezichtskader moeten wij zeggen, kunnen wij geen goedkeuring geven aan aan de door jullie ingediende begroting, als jullie hem zo gaan vaststellen. Wij hebben daar op 31 oktober de provincie ook schriftelijk, of we zijn 30 oktober naar de provincie toegegaan, hebben ook aangegeven van dit is inderdaad een structurele post, maar daar waar die hebben wij gedekt vanuit de reserve. Als je heel strikt en sec daarnaar gaat kijken en je past de regels inderdaad toe, ja, dan zou dat kunnen betekenen dat de provincie ons onder preventief toezicht stelt. Waar het niet dat op die 30e oktober ook in het binnenlands bestuur een artikel stond, en daar hebben we ook met de gedeputeerden over gesproken, waarin de minister ook aangaf van ja, als gemeenten met tekorten worden geconfronteerd, dan heb je eigenlijk drie knoppen om aan te draaien. 1, je kunt gaan bezuinigen. 2, je kunt de belasting omhoog gooien. En 3, je kunt een greep doen uit de reserve. Wij hebben bij de gedeputeerden duidelijk gemaakt van wij hebben vorig jaar hebben wij onze OZB verhoogd.
Dit jaar doen wij inderdaad een greep uit de reserve. En mocht het nodig zijn dat wij volgend jaar wederom geconfronteerd worden met grote tekorten, dan zal de laatste stap zijn, maar dan ook niet eerder dan dan, om te gaan bezuinigen. En dat is dan ook tegelijkertijd de waarschuwing die ik ook hier duidelijk wil aangeven. Tegelijkertijd hebben wij een PM-post opgenomen en gaan wij uit van dat de herverdeling, zowel als het gaat over de effecten binnen het sociaal domein als in de totale bijdrage vanuit het gemeentefonds, dat die voor de gemeente Twenteland positief zal uitpakken. Ik zal even wachten. Meneer Jonker heeft de vraag. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De wethouder gaf net al een winstwaarschuwing. En de wethouder geeft ook aan om nu nog niet te gaan bezuinigen, maar dat in de toekomst misschien wel is. Maar als ik in herinnering roep bij de BRAP, hebben wij daar ook al een vraag over gesteld. Als wij een subsidieplafond hebben ingesteld van, die werd overschreden met 117.000 euro. En ik heb daar nog niet het antwoord van gekregen waaraan dat geld besteed is. Dan had daar ook al 117.000 euro niet uitgegeven moeten worden. Dus we moeten ook beter op onze centen passen. Maar ik kreeg het antwoord nog over die subsidieoverschrijding. Wethouder, vervolg uw betoog. Ja, als het gaat over die effecten van de herverdeling. Op dit moment is die analyse gedaan. Er zijn er allerlei nieuwe maatstaven bedacht. En zijn er pakweg 90 gemeenten in Nederland uitgezocht die model staan als het ware en waar het nieuwe model op wordt toegepast. Wat betekent dat, hè, als we die herverdeling? En binnen dat model zijn de zogenaamde, en ik geloof dat de heer Elsinga daar een vraag over stelde, outliers, hoe het uitspreken, ik weet het niet, outlier. Het zei dan maar zo. Maar in ieder geval, dat zijn gemeenten waarvan de effecten van die herverdeling hoger of lager zijn dan 50 euro per inwoner. Als je dat afzet naar onze gemeente, dan praat je al gauw over 1,5 miljoen. Dus op het moment, die effecten, als men gaat kijken, van, zijn er veel gemeenten die daarvan afwijken? Als dat zo is, dan is het model niet goed. Of je zet ze apart, dat kan ook, en je gaat daar iets apart voor regelen. Maar op die manier wordt gekeken van, zijn die effecten van de herverdeling, hoe pakt dat uit? En de vraag van, is de gemeente Twenteland een outlier? U zult begrijpen dat dat op dit moment niet wordt beantwoord en dat kan ik ook niet te weten komen. Er is nu ook nog maar een steeksproef geweest. Er zijn 90 gemeenten uitgezocht en uiteindelijk wordt het over alle gemeenten uitgerold. De stand van zaken is op dit moment dat er landelijk gezien naar verwachting eind dit jaar de eerste effecten en de resultaten daarvan bekend worden. Maar voordat het uiteindelijk definitief wordt, dan praten we over voorjaarsnota 2021. Dus volgend jaar mei ongeveer. Nou, wij hebben de provincie dit alles ook onder de aandacht gebracht schriftelijk. Ik ga u die brief ga ik u ook toesturen. Dus die krijgt u van mij en dan kunt u daar ook kennis van nemen hoe wij als gemeente daarin hebben geacteerd. Als ik dan verder ga naar de overige vragen die zijn gesteld. Overigens is het wel zo dat als je kijkt naar het preventieve toezicht wat de gemeente of wat de provincie eventueel zou kunnen toepassen. Als je SEC kijkt naar de regels, dan zou dat dus kunnen betekenen dat wij preventief toezicht krijgen. Maar in ons gesprek dat we met elkaar hadden, werd ook aangegeven dat men van mening was dat Twenteland toch een goed verhaal had. Een verhaal had. En dat betekent ook, in mijn beleving, en we kunnen pas dit beoordelen wanneer het ook in GS aan de orde is geweest. Dus dat zullen we niet eerder weten dan in december. Dan vroeg de SGP, nee, de CDA heb ik beantwoord. Over die verschillen, dat had de VVD ook. Ik heb u verwezen naar de pagina 10, 11 en 12 van de begroting. Preventief toezicht.
Dan de haalbaarheid van de plannen van de RABO. Daar vroeg de SGP naar. Ja, in principe zijn die plannen gewoon haalbaar. Misschien heeft de heer Kelder heeft eerst een vraag aan u. Meneer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Om het midden termijn van onze kant in ieder geval te komen, stel ik nu de vraag vast. Kijk, de heer Jonker gaf het ook aan. U terecht in de begroting staat een aantal staat aan de voorkant welke moties toegevoegd zijn. Dat klopt. Maar in uw antwoord net zei u al, er zijn een aantal technische dingen toegevoegd, er zijn een aantal andere dingen toegevoegd. Daar ging het met name om. Als je dat nou een ander kleurtje doet, vis je er zo door, weet je precies wat het is. Nu moet je het wel zoeken. Ja? Dus alleen maar om het gemakkelijker te maken, dat is het enige wat we gevraagd hebben. Wethouder, vervolgens. Ja, voorzitter, het is natuurlijk wel zo dat het gaat over een hele planning- en controlecyclus. Dus het is een cyclus. En dat betekent dat de begroting staat niet los van de informatie die u via de september-circulaire krijgt, die u via de BERA krijgt en die u via de mei-circulaire krijgt en via de kadernota. Dat alles is één geheel en het vult elkaar aan en het verwijst ook elke keer naar elkaar. Als in de begroting staat het saldo van de BERA, dan kunt u in de BERA perfect terugvinden wat de oorzaken daarvan zijn. En hetzelfde geldt natuurlijk ook in de brief die u krijgt over de mei-circulaire en over de september-circulaire. Het lijkt me misschien handig om dit nog op een later tijdstip eventjes de technische discussie over te voeren. Maar meneer Kelder heeft nog een aanvullende vraag. Het gaat me niet om een technische discussie, het gaat om een inhoudelijke discussie. Ja, want u hebt gelijk, er zijn een aantal dingen worden toegevoegd, maar juist dat hebben we, daarom hebben we gevraagd. Als u dat nou gewoon in een simpel ander kleurtje doet, dan ben je er al. Die ambtenaar die dat uitdoet, die voert dat dus in de kadernota in. Een simpel ander kleurtje. Zijn we er klaar mee? Dat is het enige wat we over hebben. Zo is het ook in eerste instantie ook op die manier bedoeld geweest. Ja, dus ik vraag niks om extra dingen. Ik vraag alleen maar om een stukje, noem het dan maar ondersteuning naar de raad toe, om het een aantal dingen makkelijk te maken. Er komt in ieder geval heel veel discussies. Goed. Voorzitter, ik neem die suggestie mee en ik neem ook serieus mee. Dus ik moet even kijken hoe we dat gaan effectueren. Maar als het inderdaad zo simpel is, dan is het ook een kleine moeite om het nu gemakkelijker te maken. Daar hebben we het dus dan kom ik daar graag aan tegemoet. Koster, vervolg je betoog. De SGP vroeg naar de haalbaarheid met betrekking tot de plannen van de RABO. Ja, we hebben natuurlijk als college een principebesluit genomen, maar er moet nog heel veel gebeuren. En de indiener moet nog een aantal dingen doen en het zou best kunnen dat we als gemeente nog een aantal dingen moeten doen. Daar wachten we even af, maar het is haalbaar. In principe is het haalbaar. Als we het hebben over de centrumontwikkelingen van de, zowel Frieseveen als Vromshoop, kan ik u meedelen dat de HMO, die hebben wij gevraagd voor de vakantie al, van Ga voor ons onderzoeken waar de mogelijkheden liggen. We hadden graag gehad dat er wat meer vaart in zou zijn geweest. Maar ik kan u nu wel mededelen dat voor de jaarwisseling krijgen we in ieder geval een rapportage hoe de stand van zaken is voor wat betreft Frieseveen. En in het eerste kwartaal 2020 zal ook Vromshoop daarin volgen. En het lijkt ons wenselijk, want er werd ook de vraag gesteld van Den Ham en Westerhaar, om in ieder geval even te wachten tot we de eerste resultaten krijgen, alvorens we verder gaan met Den Ham en andere kernen. Ja, en de SGP vroeg andermaal wat betekent dat nou structureel als het gaat over... Heer wethouder, de heer Kelder heeft een vraag over de vorige punt, denk ik. Om even wat orde te scheppen. De heer Kelder, aan u het woord. Ja, sorry. Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, ik ben niet zo snel, vandaar dat het iets langer duurt. Even naar de centrumplannen. U geeft de volgaan aan van de plannen. Friesveen eerst, dan Vromshoop. Westerhaar, zegt u. Maar gaat u dat dan als één geheel in de raad behandelen? Of gaat u dus per centrumvisie met de raad de discussie aan? Wethouder, nu het woord. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet echt over nagedacht heb. Maar het lijkt mij verstandig om het in stukken te knippen. Dus per kern. Dat lijkt mij het meest voor de hand liggen. Dan moeten we de vraag aan het begin januari, begin 2020 in ieder geval Frieseveen op de agenda krijgen. Als u in december de rapport krijgt.
Dan gaan we eerst via het college, eventjes, dan gaan we eerst de procedure via het college en dan duurt ze, dan is het niet meteen in januari. Nee, dan kunt u er, zodra het college een besluit genomen heeft, komt het naar toe. Nee, maar ik zei het niet in januari, ik zei begin volgend jaar. Ja. Ja. Voor de jaarwisseling is volgens mij in ieder geval uiterlijk december. Ja. Dan is het rapport binnen, dat zei u net. Nou, dan ga ik ervan uit dat begin volgend jaar in ieder geval vice-weer naar het orde komt. Dat hoor ik u zeggen. En ik geef aan dat het gewoon in de procedure gaat en dat het dan naar de raad gaat. En wij doen hier geen toezegging of het dan begin, want straks dat u begin volgend jaar is bij ons januari. Nou, ik probeer aan te geven van het gaat keurig de procedure in bij het college en dan gaat het naar uw raad. Dan even voor de helderheid. Fries Veen komt eerst naar de raad toe, zoal als het college daar een besluit of een voorstel over heeft. En als dat begin januari is of eind februari, of, maar in ieder geval die en die volgorde. Okay. Wethouder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, de SGP-fractie vroeg andermaal naar wat de betekenis voor de begroting is als het gaat over punten en klampen. Ja, en ik heb een x-aantal malen in deze raad ook te kennen gegeven dat wij bij de kadernota 2021 met voorstellen komen. En daar zal uiteindelijk ook blijken wat de structurele betekenis is en wat de structurele last voor de begroting zal zijn. Dus ik kan daar nu nog geen antwoord op geven. De heer Veldmeijer heeft een vraag, de heer Jonker heeft een vraag. Eerst de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Pure nieuwsgierigheid. Heeft de wethouder al gesprek gehad met het punt over dat horecaonderzoek? En kan hij ons nu heel sumier, even kort, bijpraten? Of is de wethouder nog niet zover? Wethouder, aan u het woord. De raad wordt... naar verwachting. We hebben vanochtend in het college daarover gesproken. Ik heb uiteraard het gesprek gehad. De brief is opgesteld en volgende week krijgt u de brief onderweg. De raadsbrief is onderweg. De raadsbrief, ja. De heer Jonker heeft de vraag. Ja, op het de structurele plannen over de klamp en het punt. Hoe kan het college structurele voorstellen doen als zij niet in het bezit is van een meerjarenbegroting? Want dat zou een geheim document zijn. Tenminste, daar is geen afspraak over gemaakt, hebben wij uit antwoord gekregen van de vraag die we daarover hebben gesteld. Volgens mij is dat cruciaal. U gaf net ook al aan van transparant, solide financieel beleid. En volgens mij, als ik het zo hoor, dan krijgen we daar niet de goede informatie vanuit de geleden van het punt. Wethouder, aan u het woord. Ja, ik weet niet wat de heer Jonker bedoelt als hij het heeft over geheime informatie. Want wij praten gewoon met het punt over het lopende begrotingsjaar. En de verwachting die ze hebben voor volgend jaar. Dus dit jaar hebben we gezegd, 2019 is een jaar, een pijljaar. En dat zal de basis zijn om te komen tot structurele voorstellen. Dus ik weet niet waar u op bedoelt op geheime stukken. Meneer Jonker, aan u het woord. Het gaat er mij om. Het college krijgt niet of heeft niet de afspraak met het punt gemaakt om een meerjarenbegroting. En volgens mij is die nodig om structurele voorstellen te kunnen doen voor deze organisaties. Kijk, en daarop aan kunnen wij ook een goede keuze maken daarover. Ik denk dat de wethouder heel goed aangeeft het pijljaar 2019. En op basis daarvan zal u bij de kadernoten een voorstel komen. Het is dan aan u om af te wegen of u dat voldoende vindt. Wethouder, vervolg uw betoog. Ja, de PvdA GroenLinks-fractie vroeg naar de stand van zaken wat betreft het Veemuseum. Ik kan u zeggen dat we op dit moment druk bezig zijn om de voorwaarden waaronder de lening wordt verstrekt onderwerp van gesprek is. En dat bevindt zich op dit moment in de afrondende fase. Is mij ambtelijk aangereikt. Dan ben ik door mijn vragen heen. En dan de overige vragen die wil ik dan aan mijn collega wethouders doorschrijven. Ja, dank u wel. En dan kijk ik naar wethouder Paters. Die zou nu aan de beurt zijn. Die is er even niet. Dan wethouder Van Abbema. Gaat u verder. We zijn zeer flexibel als college. De wethouder Van Abbema zal haar deel voor haar rekening nemen van de vragen die haar portefeuille betreffen. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, een aantal vragen die ik vanuit de inhoud van mijn portefeuille mag beantwoorden. En met uw goedvinden ga ik ook even iets zeggen over de moties die ingediend zijn.
Voorzitter, ik wou mijn beantwoording maar gewoon doen op volgorde van zoals de raadsfracties ook hebben gesproken. Dus dan begin ik eerst even met gemeente Belangen Twenterand. Die heeft het een en ander gezegd over stikstofproblematiek en zij waren er niet de enige in. Meerdere partijen hebben dat gezegd. Buitengewoon gecompliceerd dossier. We zijn als college daarvan uit onze rol ook volop mee bezig. Ik beantwoord mezelf even vanuit mijn portefeuille economie en bedrijvigheid. Schaarste landen die kwam al aan de orde. Die bevindt zich op 1,5 kilometer afstand van Engbersdijk-Venen. Als wij kijken wat de invloedssfeer is van de Natura 2000 gebieden in Twenterand, dan zijn dat 3 gebieden. Het Vechtedalgebied, Vecht beneden Reggen, Engbersdijk-Venen en het Wierdense Veld. Alle 3 de Natura 2000 gebieden zorgen ervoor dat de invloedssfeer daarvan over het grondgebied van Twenterand ligt. En dat geldt zowel voor de 5 kilometer zone rondom het gebied als de 10 kilometer zone. En dat is de afstand waar we rekening mee moeten houden met stikstofproblematiek. Dat betekent dat in ieder geval voor Garstenlanden, wat ik ook al zei, op 1,5 kilometer afstand van Engbersdijk-Venen, dat daar zeker behoorlijke invloedssfeer sprake van is. Dan gaat het ook om een bestemmingsplan. Dus er werd terecht ook al even gezegd dat de zienswijze van de provincie daar ook over gaat. Dus dat betekent in ieder geval dat er op zijn minst behoorlijk maatwerk toegepast moet worden. Daar waar blijkt dat er sprake is van stikstoftoename, dan zal dat maatwerk moeten plaatsvinden. Het is vrij waarschijnlijk dat stikstoftoename gaat plaatsvinden, zowel bij bouwen als bij de bedrijfsactiviteiten zelf. Dus dat is op dit moment in de algemene zin wat ik daar nu over kan zeggen. Dan ga ik naar het CDA. Die heeft het een en ander gevraagd over het warmteplan. Nou, ik kan u daarbij toch, moet ik even verwijzen naar wat in de begroting staat op bladzij 63. In 2019 zijn we gestart met de voorbereidingen van het warmteplan. We hebben dat met 4 gemeentes hebben we dat gedaan. En uiteindelijk zijn ook de resultaten van die eerste verkenning, die zijn ook gepresenteerd aan uw raad. Of tenminste, een raad was uitgenodigd en een flink deel van uw raad was ook daadwerkelijk aanwezig in Hellendoorn en heeft kennis genomen van de eerste uitkomsten daarvan. En we gaan daar volop mee verder, zoals ook in de begroting vermeld staat. U vroeg iets over asbestgelden. Ook daar staat iets over in de begroting op bladzij 83. Bij het ontwikkelprogramma Platteland wordt dat benoemd. De daadwerkelijke beantwoording van het deel wat ook in het coalitieprogramma staat. In het coalitieprogramma is ook een behoorlijke ambitie uitgesproken over asbestsanering. Tegelijkertijd hebben we ook bij de kadernota ook al gesproken over het feit dat er van Rijkswegen geen verplichting op sanering meer is, maar dat asbest nog wel een vervelend goedje is. Dus dat betekent dat het college daar nog mee bezig gaat, maar op dit moment heeft dat wat vertraging opgelopen. Dus ik heb daar op dit moment geen ander nieuws voor u, niet anders dan wat in de begroting staat. U vroeg ook nog, meneer Kelder, naar een verdubbeling van de aanvraag bijzondere bijstand. Zoals die vermeld staat in de begroting. Ik kan u melden, en dat is wat ik ambtelijk ook terug heb gekregen, dat het inderdaad wat verwarrend is, die cijfers zoals die in de tabel staan, omdat voor 2019 en 2017 gaat het om een deel van het jaar en de andere jaren zijn de cijfers wel voor het hele jaar opgenomen. Als u wilt weten waarom dat precies zo is opgenomen, dan wil ik u toch straks even verwijzen naar onze ambtelijke ondersteuning. Want ik ga ervan uit dat zij u deze technische vraag netjes kunnen beantwoorden. Laten we dat maar even praktisch oppakken, voorzitter.
Dan ga ik naar de SGP. U hebt het een en ander gevraagd over windmolens, zonnevelden en participatie. Dat is een onderwerp wat u een warm hart toedraagt, want u komt er regelmatig ook mee in deze raad. Ik wil u daarbij toch even wijzen dat wij over de regionale energiestrategie in december spreken met elkaar in deze raad. En dat we in de voorbereiding op die raadsbespreking, de raadsdebatten van december, komt die aan de orde, dat er een extra raadsinfo voor is gepland waarin we met name ook het Twenterandse perspectief van de regionale energiestrategie u over willen bijpraten en u in willen meenemen. Dus ik wil u daar toch naar verwijzen. U vroeg, meneer Jonker, over de fraudebestrijding en u had eigenlijk een stelling, hè? Fraudebestrijding verlaagt de kosten. U vroeg of het college daarmee eens is. Nou, dat is het college niet helemaal, omwille van het feit dat dit niet zo simpel ligt. Ik wil u er ook op wijzen dat het grootste deel van onze uitkeringsgerechtigen, dat die zich daar ook prima in gedraagt, maar dat we ons altijd ook ervan bewust moeten zijn dat er mensen zijn die daar wat minder precies mee omgaan. En op 24 april hebben we u ook uitgebreid bijgepraat over het hele onderdeel van fraudebestrijding, handhaving daarop. Dus ik wil u toch verwijzen naar die informatie die in april met u gedeeld is daarover. Meneer Jonker heeft een vraag aan u, wethouder. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dat klopt ook. En toen hebt u de drie pijlers is toen ook uitgelegd. Maar ik mis gewoon de bewuste fraude, mis ik daar gewoon. Want in punt 1 van die pijlers staat gewoon om goed te informeren om onbewuste fouten. Maar het gaat ook om de bewuste fouten. Want die worden, naar de SGP-fractie bezien, gewoon onderbelicht. Want bij de derde pijler staat ook gewoon heel duidelijk een sociaal en solidair. En het is ook gewoon solidair naar onze inwoners toe om ook dat punt wat actiever op te pakken. En mijn vraag is van, welke activiteiten worden daarin ondernomen? Eigenlijk niks? Of hoe ziet u dat? Wethouder, nu het woord. Ja, voorzitter, dank voor de vraag. Ook dat onderdeel is bij die bewuste raadsinfo toch redelijk uitgebreid aan de orde geweest. Er is zelfs een mevrouw van de sociale recherche die daar een behoorlijk enthousiaste betoog ook heeft gedaan over hoe zij met haar dagelijks werk omgaat. En zij geeft daarmee ook uitvoering aan ons beleidsplan handhaving daarin. En ik kan u ook meegeven dat dat beleidsplan in 2020, dat het aan herziening toe is. Dus ik ga ervan uit dat we dan in deze raad er zeker weer over zullen spreken. Dan de vragen van de PVV. U hebt een technische vraag gesteld over hoeveel procent in het kader van de energietransitie komt van de biomassa. Ik wil u daarbij ook verwijzen naar die nog te houden raadsinfo, waarbij ook dit soort aspecten aan de orde zullen komen. En ik ga ook kijken of we die technische vraag ook dan in die raadsinfo mee kunnen nemen. Voorzitter, heeft het college spijt van het zonnepark? Zeker niet. En de vraag naar de stand van zaken over windmolens in Almelo en Daarle, daar heeft het college op dit moment geen nadere informatie over, want dat is ook niet op het grondgebied van de gemeente Twenterand. Dan de vragen van de PvdA. Het ontwikkelprogramma Platteland. U vraagt ook wat gaan we doen en zijn er middelen voor? Er zijn zeker middelen voor. Dat staat ook vermeld in de begroting. Daar hebt u kennis van kunnen nemen. En wat we precies gaan doen, ook bij het ontwikkelprogramma Platteland, hebben wij wat vertraging opgelopen. Dus wij gaan daar zeker, en dat is ook de ambitie van deze wethouder, voortvarend mee aan de gang. Maar we kunnen niet alles, dus hier ligt toch een lichte vertraging op. De heer Veldmeijer heeft een vraag aan u, wethouder. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dank u wel. Ja, voorzitter, we hebben vanmiddag ook inderdaad schriftelijk antwoorden gekregen op de vragen die we hadden over Zonnepark Oosterweilanden. En de vraag van heeft u spijt
Want uit de beantwoording bleek, zeg tegen de wethouder 4 uur, voorzitter, dat op het moment dat er besloten werd in de raad over het zonnepark, ook het college niet op de hoogte was van het feit dat je daarmee de rest op slot zette. Gebleken is dat het zonnepark Oosterweilanden zorgt dat boeren, die met name vaak aangesproken worden op het feit dat ze moeten verduurzamen, heel graag willen verduurzamen, maar nu niet meer kunnen door het beleid van de gemeente. Dus vandaar dat ik vraag, als de wethouder had geweten dat ze daarmee de boel op slot zetten voor bijvoorbeeld boeren, was ze dan niet met zo'n raadsvoorstel gekomen? Dat wil ik haar graag vragen, voorzitter. Wethouder, nu het woord. Voorzitter, ik snap de vraag. Een als-dan-vraag is een hele lastige in de politiek, dus die kan ik als zodanig ook niet beantwoorden. Wat ik u wel ga zeggen, het college heeft vandaag ook besluit genomen over een raadsbrief over de netwerkschaarste. Die hadden wij u ook nog toegezegd. Die heeft ook een lichte vertraging opgelopen, omdat wij met name ook vanuit onze netbeheerder Enexis heel goed echt een goede stand van zaken wilden hebben, zodat wij als college en als gemeente daar ook goed op kunnen schakelen. Want het probleem van de netwerkschaarste waar Twenterand als eerste Twentse gemeente mee te maken had, dat is inmiddels een probleem wat zo ongeveer bijna voor de helft van de Nederlandse gemeentes gaat gelden. En dat maakt dus ook dat het ook een Nederlands probleem is, zou ik bijna zeggen, daarin. Vervolg uw betoog. Ja, u heeft een aanvullende vraag. Aan u het woord. Dan wil ik hem toch herformuleren, die vraag, voorzitter. Met de wetenschap van nu, zou u dan weer met zo'n raadsvoorstel komen als dat zorgt dat de rest van de boel op slot zit? Wethouder, aan u het woord. Heer voorzitter, dan ga ik hetzelfde antwoord geven. Ik geef geen antwoorden op als-dan vragen. Wethouder, vervolg uw betoog. Ik was gebleven bij de beantwoording van de vragen van de PvdA. Ecologisch bermbeheer legt u de aandacht bij. En het vergroenen van achtertuinen, operatie Steenbreek. Nou, in ieder geval het ecologisch bermbeheer. Uw suggestie om te kijken of groenstroken geadopteerd kunnen worden. Ik denk dat het een hele interessante suggestie is. En ik zou u willen voorstellen om dat ook mee te nemen in het ontwikkelprogramma Platteland. Ik denk dat die daar goed bij past. Datzelfde geldt ook voor het vergroenen van de achtertuinen. Ook dat is iets wat we best in het ontwikkelprogramma Platteland mee zouden kunnen nemen. Want ook dat gaat over een stukje biodiversiteit. Maar dat heeft ook alles te maken met de stresstesten die onlangs door het waterschap ook aangereikt zijn. En namens wethouder Koster kan ik u ook aangeven dat 16 november ook de stukken en de website over de risicodialoog beschikbaar zijn. En ik kan u zeker aanraden om daar kennis van te nemen, want het is buitengewoon boeiend om te zien wat het ook voor ons als Twenterand betekent. Dus ja, aansluiten bij operatie Steenbreek. Ik zou u willen voorstellen om ook dat stukje mee te nemen in het ontwikkelprogramma Platteland. Ik denk dat die daar goed bij past. Combikansen, Engbezijk Venen, meekoppelkansen, combikansen, actief mee aan de slag, zeker. NMO is samen met Stimulant bezig om daar met de vrijwilligersgroepen die daarmee aan de slag zijn, om daar, die zijn er actief mee aan de gang. Ik word heel binnenkort word ik door hun ook bijgepraat, samen met wethouder Harmsen, die over recreatie en toerisme gaat. Dus dan zullen we meer weten hoe zij precies varen op dit moment. En de laatste vraag, stand van zaken Engbezijk-Venen, bestuurlijke adviescommissie, heeft recent vergaderd en zoals het nu staat is besluitvorming voorzien in januari 2020. Maar ik moet u daarbij wel een kleine slag om de arm geven, want tot nu toe is het gecompliceerder steeds gebleken dan wij dachten dat het zou zijn. Dan de moties. Motie 43. Twenterand is trots op de boeren. Nou, mooie motie wat het college betreft, voorzitter. Wij willen u voorstellen om het oordeel aan de raad te laten hierbij. En motie 44, zonnepark op water van zandwinning Oosterweilanden.
U zegt bij uw constatering, het ruimtelijk beleidskader voor duurzame energie geeft die mogelijkheden van zonnevelden op zandwindplassen. Dat is zo. Hè? Dus dat betekent dat het wat dat betreft, wat ons beleidskader, dat het gewoon zou kunnen. Maar de plas van de Oosterweilanden die is niet van ons. En u vraagt in de motie om met een voorstel te komen naar de raad. Dat is buitengewoon lastig als het gaat over een plas die niet van ons is. En ik wil u er ook op wijzen dat de plas nog volop in productie is. Dat er zandzuiging plaatsvindt en dan wordt er niet een zonnepark gerealiseerd. Weten wij van de zandwinners. En als laatste wil ik u ook verwijzen naar de raadsbrief die u binnenkort krijgt, waarin u ook uitgebreid geïnformeerd wordt over het onderdeel netwerkschaarste. Voorzitter, dat is de beantwoording wat mij betreft. De heer Smelt heeft de vraag nu aan de heer Jonker. En dan geef ik het woord aan wethouder Paters. Eerst de heer Smelt. Meneer Smelt, dan u het woord. Ja, voorzitter. Als we kijken naar de Oosterweiland als geheel en de zandwindplassen, dan dateert het al van heel lang en over een aantal raadsperiodes. Maar ik kan me herinneren dat de raad bij het beginsel, bij het goedkeuren van überhaupt de activiteit, een aantal voorwaarden heeft gesteld. Volgens mij zelfs 10. En ik kan me herinneren, en ik wil u vragen of u dat zou kunnen bevestigen of zou kunnen ontkennen, dat een van die dingen was dat er eerst de activiteiten van zandwinning in alle rust zou moeten plaatsvinden, voordat er een nieuwe gebiedsvisie zou worden gemaakt vanuit de gemeente om überhaupt te kijken wat wij willen met dat hele gebied. En een van de pijlers zou zijn recreatie en toerisme. Hoe zit het college daarin en is u dat überhaupt bekend? Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, volgens mij doelt de heer Smelt dan op het gebiedsontwikkelingsprogramma Friese Veen Zuidoost, hè, waar die zandwinning ook onderdeel van uitmaakt. En volgens mij is het correct wat u zegt. De heer Smelt heeft een aanvullende vraag. Ja, voorzitter, dat doe ik via u ook een oproep aan de raad om dat als argument mee te nemen, want dan lijkt me beter om die ontwikkeling te doen voordat we dit soort moties aannemen. Dank u wel. Dank u. Dan de heer Jonker. Even weer uitdoen. Ja, anders dan. Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat er ons om het idee. En we hebben een grote opgave als het gaat om verduurzaming. En het is ook bekend dat die ondernemers er ook wel wensen leefden om dat ook iets met duurzaamheid op te pakken. Beleidskaders geven dat ook aan, dat dat mogelijk is, gelukkig. Dus het is altijd goed dat het college, het is ook niet dat het gerealiseerd gaat worden. Er zijn meerdere ontwikkelingen natuurlijk mogelijk daar in het gebied. Maar dat vraagt de motie ook niet. Maar gewoon het kenbaar te maken bij de zandwindmensen. Het is niet een plas van ons, maar dat wel de wens er is hoe ze daarin staan om dat ook mee te nemen. Misschien in een vervolgsessie van de duurzaamheid. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter. Volgens mij kan dat gewoon. Dat kan nu ook. En ik weet ook dat de zandwinners, dat dit ook een wens van hun is. Een van de zandwinners is ook eigenaar van een zandwindplas in Drenthe. En daar zijn concrete plannen om daar waar het zandzuigen afgelopen is, om daar dat zonnepark te gaan realiseren. En als ik mij niet vergis, zijn er ook al zandwindplassen die uit productie genomen zijn, waar daadwerkelijk zonnepanelen op gerealiseerd zijn. En ik wil u er overigens ook op wijzen dat wij ook in onze gemeente zandwindplassen hebben die al uit productie genomen zijn. Dus ja. Goed. Ja, nou nog een laatste, want ik probeer al een beetje wat in te tomen, hè, want anders dan komen we nooit tot het eind. Misschien voorkomen een tweede termijn, je weet het nooit. Misschien wel. Meneer Jonker. Kijk, maar daar gaat het ons ook om bij deze motie. Het is niet dat er al een concreet voorstel is, maar met een warmtenet, daar is ook geen bedrijf wat eigendom is van Twente Rand. Zo kunt u deze motie ook lezen. En ik begrijp dat het college op zich wel positief over het idee is, maar ja, zoek die samenwerking, wat de mogelijkheden zijn. Zijn die er niet? Ja, helaas, dan houdt het op. Maar gewoon wel die positieve insteek om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen maken. Maar u vraagt wel wat van het college. Dus ja, dan moet u daar natuurlijk ook even heel goed naar kijken. Het gaat over
de zandwinning Oosterweilanden. Dus ik denk dat u wel even heel goed naar uw motie moet kijken of die uitvoerbaar is. Wethouder? Voorzitter, misschien ten overvloede de motie zoals die er nu ligt. Zult u begrijpen dat het college die ontraadt, zeg maar, omdat die specifiek ook over deze plas gaat. En ik wil u ook vragen om in ieder geval de strekking van de motie, of laten we zeggen de geest van de motie, maar daar gaat u zelf over, om die ook mee te nemen in de regionale energiestrategie. Dank u wel. Dan geef ik wethouder Paters het woord. Voorzitter, dank u wel. Er zijn een aantal vragen gesteld en ik doe ze ook maar op volgorde van fractie, daar wel mogelijk. En als ik ze kan combineren, dan zal ik dat zeker niet nalaten. De visitatiecommissie, daar hebben we een aantal gesprekken mee gehad. Bestuurlijk hebben we daar een tweetal overleggen mee gehad. En ambtelijk zijn er veel meer contacten geweest, ook in het aanleveren van de cijfers en dergelijke. Het wachten is nu op de eindrapportage van de commissie. Uit de bestuurlijke gesprekken merk je dat we op de goede weg zijn, dat het ook wel erkend en herkend wordt. Dat we op een aantal dingen wellicht nog aan kunnen scherpen. En dat zal ook moeten blijken uit de uiteindelijke rapportage van de visitatiecommissie. Waar we zeker ook benieuwd naar zijn, en dat is ook wel gedeeld door de voorzitter van de visitatiecommissie, Marianne Sint, bij de meesten wel bekend, denk ik, is dat iets als met name het WMO, het abonnementstarief in de WMO, dat dat door elke gemeente waar ze mee in gesprek zijn echt als een groot probleem wordt gezien. Dat zal ook een aanbeveling zijn uiteindelijk richting het Rijk. Het zou mij, maar dat is een persoonlijke opvatting, verbazen als deze minister daar dan wel wat mee doet. Want het advies van de Raad van State over de invoering van het WMO-tarief was ook negatief en dat heeft de minister vakkundig naast zich neergelegd. Maar het signaal nog een keer geven, dat zal zeker nodig zijn. En op het moment dat de rapportage er is, en ook dat hebben wij toegezegd van de visitatiecommissie, dan zullen wij die uiteraard met uw raad delen. Maar die zullen we ook breder delen en beschikbaar stellen voor elke andere gemeente die daar kennis van wil nemen. Zodat we ook met elkaar hopelijk de goede dingen kunnen blijven doen in dat sociale domein. Dan de... ik heb voor mezelf opgeschreven de recentralisatie, waar het ineens afgelopen vrijdag over ging. Als, en de heer Elsega heeft daarin gelijk, als donderslag bij heldere hemel. Het was mij bekend, vorige week maandag, dat er een kritisch rapport zou komen van de inspectie over de jeugdzorg. En dat is ook goed. En laten we daar over geen misverstand laten bestaan, daar waar dingen niet goed gaan, staan we met z'n allen aan de lat om dat beter te doen. En dat is ook waar elke dag keihard aan gewerkt wordt. Maar het gaat wat mij betreft niet aan dat je eerst vanaf 1 januari 2015 het bij de gemeente over de schutting kiepert met een korting van 25% en vervolgens concludeert dat het allemaal niet lukt en dan gaan we het weer terugdraaien. En dan ook nog terugdraaien op een manier dat je zegt van maar hoe gaan we dat dan doen? Want de minister heeft het over de regio, dat is geen bestuurslaag, daarvan hebben we er drie, gemeente, provincie en Rijk. De regio is dat niet en ik denk dat u daarmee ook regio's, ook nu al, tekort doet. Als ik kijk wat er in Twente gebeurt op dit terrein en hoe we daarin ook met de aanbieders samenwerken, dan gaat het niet aan dat je alles op één hoop gooit. En ik wil met u goedvinden, voorzitter, en u heeft hem wellicht gelezen, ook de brief die door de VNG, door Jan van Zanen gestuurd is aan onze minister-president, waarin hij in de eerste alinea zegt dat die brief van de minister van WWS en de minister voor Rechtsbescherming van 7 november jongstleden trekt een zware wissel op de samenwerking tussen het kabinet en de gemeenten. En dat is echt waar. De in de brief aangekondigde maatregelen, schrijft de voorzitter van de VNG, brengen de problemen in de specialistische jeugdzorg niet dichter bij een oplossing. De toon van de brief en de begeleidende interviews doen geen recht aan de complexe problematiek met veel spelers. Gemeentebesturen doen hun uiterste best om in samenwerking met andere gemeenten en met de instellingen goede zorg voor kwetsbare jongeren te organiseren. Algemene structuurmaatregelen helpen daarbij niet, integendeel.
Een top-down stelselwijziging gaat geen kind helpen. En laten we dat vooral niet vergeten. Het gaat geen kind helpen. Rijk, instellingen en gemeenten moeten allemaal lering trekken uit situaties waarin kinderen onverhoopt niet goed worden geholpen. En daarvoor, ik heb het net gezegd, staan we met z'n allen aan de lat. En als het gaat over de interbestuurlijke samenwerking, zijn daarover afspraken gemaakt in het IBP, het interbestuurlijk programma. En in de brief van het kabinet is echter geen spoor te ontdekken van de gelijkwaardige samenwerking tussen overheden. En dat is, en dat moet mij van het hart, dat is bijna symptomatisch voor hoe dit kabinet omgaat met de gemeente. Het is schering en inslag dat wij steeds opnieuw de rekening krijgen, dat er steeds gedecentraliseerd wordt zonder daarbij de behorende middelen te leveren. En op het moment dat er dan een kritisch rapport komt, is de krampreactie niet van laten we dan eens kijken of er werkelijk structureel te weinig geld is, want dat is al aangetoond, maar daar doen we niks mee. Nee, we lossen het incidenteel op, 400, 300, 300 miljoen, en we schuiven het weer voor ons uit. Na de volgende Tweede Kamerverkiezingen mag een nieuwe coalitie mag het proberen structureel op te lossen. En dat is een hele kwalijke zaak. En voorzitter, als u mij, want ik zie de heer Elzinga staan, maar als ik nog één toevoeging mag doen. We hebben het wel eens gehad over met de camper naar Den Haag in de vorige periode. En ik kan u wel meedelen dat aanstaande maandag, hopelijk heel veel, zullen er geen 355 zijn, maar een stuk of 200, 250 wethouders van de gemeenten gaan naar Den Haag om aanwezig te zijn bij de begrotingsbehandeling jeugd. Om daar ook onze stem te laten horen en door onze aanwezigheid te laten zien dat dit wat ons betreft niet aangaat. En als u bestuurders kent, dan is dit al redelijk fors. Maar wat mij betreft, als dit niet werkt, dan ben ik ook best bereid om een bustocht naar Malieveld te organiseren. De heer Elzinga heeft de vragen nu. De heer Elzinga, nu het woord. Maar de heer Roosjes wil een trekker, dan kunnen we niet allemaal daarmee naartoe gaan. Ja, we zijn het uiteraard met u eens, hè? Donderslag bij helder hemel dus ook voor u. Want ja, misschien bent een college soms eerder dan de raad, dat kunnen we ons voorstellen, want je bent ook voortdurend in overleg. Maar u zegt eigenlijk van er zijn drie lagen. Hè? De regio, wij doen dat met de regio Twente, laat ik maar even zeggen, dat SJZ 14 of zo. OZJT 14 inderdaad. Maar kijk, die regio, dat is dus dan de provincie. Het kwam bij de provincie vandaan, toch? Want het was gewoon heel slecht georganiseerd. Er waren ellenlange wachtlijsten. Ook daar was dan altijd het tekort. Toen is er eigenlijk gezegd van, we halen bij de provincie weg, want de gemeenten weten het beter. Inderdaad komt dan die korting. Maar ja, wat heeft er dan voor zin om het dan weer terug naar de provincie te doen? Want het was toch al niks met de provincie? Het liep toch al niet? Is dat wethouder, een boodschap die jullie doorgeven? Wethouder, nu het woord. Ja, ook dat is een boodschap die we doorgeven. En de zin die ontgaat ons ook. En die gaat ons ook, als ik kijk naar mijn collega's in de VNG-commissie. U heeft waarschijnlijk, of wellicht afgelopen vrijdag, de uitzending van Nieuwsuur gezien. Waarin Leon Meijer, collega wethouder uit Ede, aan tafel zat. En waar ook de opmerking kwam, en die is terecht. Kunnen gemeenten het uiteindelijk goedkoper en beter? Ja, maar nu nog niet. Dus wij vragen structureel meer geld, maar wij vragen ook tijd. Want het is niet zo dat je dit vanaf de ene op de andere dag dat je dit voor elkaar hebt. En die reactie, dat is de juiste. En collega Ehrenberg uit Enschede heeft in de soortgelijke bewoording in NRC gereageerd. En de veel te kort door de bocht reactie van onze minister. Dus ik deel wat dat betreft ook niet wat gezegd is door de fractie van de ChristenUnie, dat hij een zeer sterke positie heeft. Ik vind namelijk dat hij een zeer zwalkend beleid voert daar waar het gaat om überhaupt de gedachte aan een recentralisatie. Ik vind dat je daarmee de VNG en alle gemeenten als serieuze gesprekspartner eigenlijk heel erg schoffeert. En ik ben blij dat we daarom maandag ook in Den Haag zijn om dat geluid te laten horen. Nog een aanvullende vraag, meneer Elzinga, nu het woord. Voorzitter, dat Den Haag wordt gereden, met of zonder camper vinden we goed. We hebben altijd gezegd van gaan we met de camper naar Den Haag. En dat gebeurt ook veel, er wordt heel veel gelobbyd, dat horen we ook wel.
Is in die in de contact op dit moment, want we hoorden net de wethouder Financiën over die herverdeling praten van het gemeentefonds. Wordt dat daarin meegenomen? Is daar iets over genoemd of is dat totaal onbekend? Dat was het, voorzitter. Wethouder, aan u het woord. In de totale herverdeling van het gemeentefonds wordt wel nagedacht over of je dit sociaal domein los moet koppelen van de trap op trap af systematiek. Of dat gaat gebeuren is op dit moment nog niet bekend. Maar het extra geld waar we om vragen, dat zit niet in de herverdeling, helaas. Dan, voorzitter, de openbare toiletten. Het is terecht, de CDA-fractie heeft daar eerder naar gevraagd. We hadden het er net even over, volgens mij hebben wij toen niet echt een toezegging gedaan van daar kunnen we wat mee of daar willen we wat mee. Anders dan dat we, en dit doe ik even uit mijn hoofd, zeggen we van we zouden eens moeten kijken wat dat kost. En daarvan heb ik geen idee of we dat gezegd hebben. Zoiets ligt mij bij, maar ik weet het niet zeker. Als uw geheugen op dit punt, heer Kolder, beter is dan dat voor mij, dan nodig ik u van harte uit om mij op te frissen. Kolder, aan u het woord. Staat hier op de toezeggingenlijst, maar goed, je weet me nooit, meneer Kolder. Dank u wel. Hij staat niet op de toezeggingenlijst, dat klopt. Maar in het gesprek zoals we nu ook een aantal dingen doen, is het wel op die manier naar voren gebracht. En wij zijn ervan uitgegaan inderdaad dat het college op die manier oppakt. Als u wilt dat het op een andere manier doet, dan wil ik er iets voorbereiden. Maar als we het op deze manier kunnen afsluiten, vind ik het prima. Wethouder, aan u het woord. Ik denk dat het wel goed is dat wij ons daarin verdiepen, dat we kijken wat het kost. En dat we in elk geval die bevindingen met uw raad delen. En dan kunnen we daarna kijken van willen we dat dan ja of nee. En willen we daar geld voor beschikbaar stellen ja of nee. Dat lijkt me goed. Ik denk dat dit mag ik dus als een toezegging zien. Ja, nee, dat wou ik net concluderen. Dat ik niet op een half jaar moet staan met hetzelfde verhaal. Heer Kolder, ik wou net concluderen. Dit is een toezegging van de wethouder. Goed gehoord. Wethouder, aan u het woord. Nee, die plas hoeft u niet zo lang op te houden, meneer Kolder. Dat was goed. Dan even kijken naar, en dat is een terecht punt wat u wel maakte, andere punt ook wel, maar de afname van het aantal mantelzorgers. En hoe vang je dat op? Wij hadden afgelopen vrijdag hadden wij in Twenterand de dag van de mantelzorger, die was landelijk afgelopen zaterdag. Ik mocht twee keer aanwezig zijn in CCK2, waar mantelzorgers bij elkaar kwamen, waar overigens een hele leuke voorstelling was van Thijs Kempering, maar dat terzijde. En het verbaasde mij, en ik werd daar niet blij van, dat daar waar we een kleine 1500 geregistreerde mantelzorgers hebben in Twenterand, er op die dag 250 mensen waren. Dat hoeft overigens niks te zeggen over de betrokkenheid van mantelzorgers, want die is er. En we weten ook dat die 1500, die zijn geregistreerd, maar het aantal is waarschijnlijk veel groter. En we zien ook, en dat zag ik ook toen ik de zaal zo'n beetje rondkeek, dat we het veelal over oudere mantelzorgers hebben en dat we daar dus, als we niets doen, in de toekomst echt een probleem gaan krijgen. En het is in die zin denk ik goed te melden dat we een aantal dingen doen. We hebben aan de Stichting Evenmens, die ook gaat over de mantelzorgers en aan Zorgzaam, samen gevraagd van kom met een voorstel over hoe om te gaan met vrijwilligerswerk in de volle breedte in de toekomst. Want eigenlijk is een mantelzorger ook een soort vrijwilliger. Hè? En heb je bij mantelzorg ook vrijwilligers nodig die dat willen doen. Dus daar is aandacht voor. Het staat ook beschreven in onze integrale beleidsnota. En u heeft wellicht het persbericht ook gelezen over de volgende ronde van het Innovatiefonds Sociaal Domein. Waardoor de Stichting Evenmens een aanvraag gedaan is, die is ook toegekend. Voor gastlessen tijdens de maatschappelijke diensttijd, waar ook jongeren in contact gebracht gaan worden met wat is mantelzorg, wat doe je dan als je zorgverlener bent. Jongeren worden ook in contact gebracht met een geregistreerde zorgvrager, zodat ze daarmee kennis kunnen maken. En op die manier hopen we en verwachten we ook dat jongeren daarmee ook geïnteresseerd worden om in de toekomst als reguliere zorgvrijwilliger aan de slag te gaan. Dus dat zijn echt acties die we uitzetten om dat in de toekomst te kunnen blijven borgen. Want ik heb afgelopen vrijdag gezegd dat mantelzorger, dat ben je eigenlijk van de een op de andere dag zonder dat je het doorhebt. En het wordt alleen maar meer. En je doet meer en meer omdat je dat vaak doet voor mensen waarvan je houdt. En mantelzorgers zijn wat mij betreft onderschat
in onze samenleving. En verdienen veel meer dan onze waardering, veel meer dan in wat dan ook is uit te drukken. Ze zijn ontzettend belangrijk in onze samenleving. Dus wij doen daar alles aan om dat op peil te houden. De heer Kelder heeft een vraag. Nee, meneer Kelder, doe rustig aan, want ik zou niet graag willen dat iemand valt hier. Ik had het heel spannend. De heer Kelder, aan u het woord. De lobben gaat nog goed. Nee, ik hoor... Niet alleen voor u, maar geldt voor iedereen. Hè? Als ik iedereen achterlangs zie lopen, dan denk ik, oh ja. Ik zit op verkeerde plek. Dat ligt aan mezelf. Ik hoor u betogen, net dat bedoel ik. Ik mis alleen één ding, en dat, u bent ook wereld de sport. En u weet ook als, denk ik, net zo goed als wij, dat met name ook in de sport heel veel verenigingen leven en bestaan bij vrijwilligers. Als je met name kijkt naar de buitensport, waar bijna alle werkzaamheden door vrijwilligers worden gedaan, is dit een onderwerp wat u ook met het platform bespreekt, dat u daar ook inderdaad aandacht voor heeft? Wethouder, nu het woord. Ja, dit bespreken wij bij het platform en de opdracht die gegeven is aan Evenmens en Zorgzaam is ook breder dan alleen maar mantelzorgers, omdat we zien, kijkend naar de vrijwilligers in de volle breedte, dat waar vroeger iemand op 55 met de fut ging en nog 20 jaar elke dinsdagochtend de accommodatie schoffelde, dat is tegenwoordig niet meer zo, zeker met de latere pensioenleeftijd. En daarnaast zien we dat vrijwilligers er nog steeds gelukkig zijn en ook best bereid zijn wat te doen, maar dat veel meer een projectmatig karakter heeft. Dus een half jaar of een jaar willen ze best wel wat doen. Dus dat vraagt ook van verenigingen en uiteindelijk van ons in de hulp naar de verenigingen toe om daar op een andere manier mee om te gaan. Dus je kader is veel meer vloeibaar dan dat het in het verleden was. In het verleden had je, of je nou 10, je keek nu en 10 jaar later had je nog steeds dezelfde mensen. Mensen deden 40, 50 jaar lang vrijwilligerswerk. Dat is niet meer. Dus daar, op die veranderende vraag moeten wij een antwoord geven. En daar zijn we heel druk mee bezig om dat in de volle breedte te bespreken. Ja. Wethouder, vervolg u het zo. Dan heeft een tweetal fracties vragen gesteld naar de plannen rond het zwembad en het Vitaal Sportpark. Ik kan u vertellen dat wij, het is bijna toevallig, maar we hebben vanochtend in het college het haalbaarheidsonderzoek besproken en afgerond en daar komt volgende week duidelijkheid over en dan zullen we ook aangeven wat het vervolg moet zijn van dit traject. De VVD stelde nog een vraag naar de kunstgrasvelden. Welke twee kunstgrasvelden worden vervangen? Dat gaan we bekijken en we hopen dat dat komend jaar lukt. Dat is ook het plan, daarom staan er nu ook twee. Want je kan dat niet in één jaar alle vier vervangen. Bijkomend complicerende factor is dat de KNVB voornemens is om andere eisen te stellen aan de kunstgrasvelden, zodat die ook voor de toekomst gecertificeerd zijn, zou ik maar zeggen. En dat betekent dat we nu even on hold staan, omdat we graag in één keer de goede kunstgrasvelden willen aanleggen. En de wens daarbij is ook dat we af zijn van de kunststofkorrels en die autobandenkorrels, zodat we daar in de toekomst ook geen gedoe meer over krijgen. Dat is overigens ook gedeeld met de voetbalclubs. Dat is ook besproken in de sportplatform. Dus er is enige vertraging, maar men weet waarom die vertraging er is. En later deze maand ga ik bij een aantal pilotprojecten gaan kijken om te zien welke kunstgrasvelden daar liggen en welke eventueel ook geschikt zouden zijn voor Twenterand. En als we dat gedaan hebben, ben ik voornemens om ook met de vertegenwoordiging van de voetbalclubs die velden te gaan bekijken. De heer Kelder heeft de vraag. Nu de heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik weet niet of ik het maar nu moet stellen, want we hebben al de financiën. Maar de collega Elsga die heeft vanavond weer herhaald dat in het verleden nooit gereserveerd is voor gelden. Ik zie in de begroting dat niet terug. Is nou dit college dan wel voornemens om nu te gaan reserveren voor vervanging op termijn? Wethouder, aan u het woord. Ja, die vraag is mij eerder gesteld en ik heb toen gezegd dat wat mij betreft er een onderwerp van discussie in het college moet zijn. Want aan de ene kant zou ik, even persoonlijk, want dat is nog niet besproken, zou ik graag zien dat we dat doen. Omdat je dan voorkomt dat je ineens voor grote uitgaven staat, waar je dan op dat moment krediet voor moet vragen. Aan de andere kant realiseer ik mij ook wel dat als je dat doet voor kunstgrasvelden en met bijna alles. En dit is echt een wezenlijke verandering van het beleid zoals we dat tot nu toe gevoerd hebben. En dat betekent ook
En ik zie mijn collega naast mij al bedenkelijk kijken, want dat betekent ook wat voor de kadernota van komende jaren en voor de begroting van komend jaar. Dus die discussie moeten we in het college voeren. Wat mij betreft gaan we dat ook doen. En ik denk dat daarna uiteindelijk het budgetrecht ook bij de raad ligt. En uw raad zal daar wat mij betreft dan ook iets van moeten vinden. De heer Kelder heeft een aanvullende vraag. Met name omdat er toch een aantal vanuit de coalitiepartij of collegepartij dat een aantal keer geroepen is, zou ik wel prijs stellen in ieder geval die discussie met elkaar te gaan voeren. Want dit wel, u zegt terecht, dit is wel een beleidsverandering. En ik weet dat in het verleden wel gebeurd is, maar er is toen om goede redenen toen denk ik afgeweken van dat proces. Ik denk dat als raad wel verstandig is om inderdaad die discussie te voeren. Zou we inderdaad kunnen koppelen aan het algemene risico, maar dat is wel een onderwerp waar je denk ik dan zou, met de kadernota 2021 misschien zou kunnen waagderen. Goed, wethouder, aan u het woord. De wethouder geeft aan waar eerst een discussie plaatsvindt, volgend. Dat zal helpen. Als ik daar een toezegging op kan krijgen, zal het wel prettig zijn. Nou, maar dat daarom kijk de wethouder. Wethouder, aan u het woord. Ik zeg u toe dat wij het er in het college over gaan hebben, maar ik zeg niet toe dat dat vervolgens zal leiden tot. Dus ik ga het gesprek graag aan met mijn collega. Het is ook mijn buurman op de vleugel hierboven. Dus dat zal niet zo'n probleem zijn. En daarna moeten we kijken, maar u kent mijn standpunt. Wij zullen in ieder geval blijven volgen en kijken of we daar uit kunnen komen. Wethouder, vervolg uw betoog. Volgens mij was ik dan bijna klaar. Maar nog niet helemaal. Ik heb kijken naar de vragen van de Partij van de Arbeid GroenLinks al gereageerd op het rapport jeugdzorg. En u vraagt, meneer Reuske, nog terecht naar het thema toegankelijkheid en inclusie. Het is breder dan dat. November 2016 heeft de toenmalige gemeenteraad de motie aangenomen. U weet, wat was uw motie volgens mij, u weet wat het dictum daarvan was. We hebben toen een plan gemaakt voor een toegankelijk en inclusieve gemeente. Daar zijn inmiddels 16 acties opgepakt. En ik noem er een aantal, maar in de volgende stand van zaken notitie sociaal domein staat het uitgebreider beschreven. Maar wat we doen, de website is vernieuwd, leesbaarder gemaakt. Medewerkers van de gemeente krijgen schrijfcursussen. Brieven worden regelmatig door het taalpunt gecontroleerd. Er is een subsidieaanvraag ingediend. En is die ook toegekend? Kijk ik even, of weten we dat nog niet? Nee, komen we op terug. Om een training te geven voor onder andere BALI-medewerkers om signalen te herkennen van mensen met een niet zichtbare beperking. Dus daar doen we ook het een en ander aan. En zo hebben we een aantal acties uitgezet, ook kijkend naar de inclusieve arbeidsmarkt. Maar ook fysieke maatregelen, alle stembureaus zijn onderzocht zoals u weet. We hebben de intentieverklaring dementievriendelijke gemeente, dementievriendelijke samenleving ondertekend. En we gaan ook binnenkort de alliantie ondertekenen 1 tegen eenzaamheid, omdat dat ook onderdeel uitmaakt van een inclusieve samenleving en inclusieve gemeente. Dit zijn een paar punten die ik eruit pik, maar in de volgende stand van zaken notitie leest u daar veel meer over. Maar we zitten daar zeker niet stil. En dan heb ik het volgens mij gehad, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Harmsen. En ik zal de rij sluiten. Kijk even naar de plaats van het voorzitter. Okay. Wethouder, aan u het woord. Nou, ik zie de Tubantia al vertrekken, dus... dat is wel jammer, wethouder. Een ander plekje. Ik denk, nu komt toch het mooiste betoog en dan gaat hij weg. Ja. Nee, hij gaat van plek veranderen. De heer Veldmeijer heeft voor die begonnen bent al een vraag. Ja. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Weer een punt van orde, voorzitter. Ik vind de beantwoording zeer uitvoerig. Wij worden als partijen zeer kort gehouden. En ik weet, in Overijssel heeft het college ook een spreektijd. Kennen we dat niet binnen de gemeente Twenterand? Als u dat wilt, is het een punt voor het presidium. En niet op dit moment. En ja, u vraagt dingen en wij geven antwoord. Als u zegt het moet allemaal korter, dat is denk ik een punt om in het presidium te bespreken. Wethouder, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal het proberen naar kort te houden op verzoek van de heer Veldmeijer. Centrum Ontwikkeling Den Ham-West-A heeft uiteindelijk mijn collega Koster heeft wat over gezegd. Dat was naar aanleiding van de vraag GBT. Dan ging het nog over de hondenpoep.
wanneer de enquête, die vraag is gesteld, nou, die is, er zijn nu een aantal enquêtes geweest, of eigenlijk die peilingen. Deze is daar ook uitgezet en we zijn nu bezig om te kijken van wat willen we daar allemaal in hebben. En mijn oproep aan uw raad is ook, als u denkt van dit zou erin moeten, of ik heb nog een idee, zet het desnoods op de mail. Dan kunnen we dat daar ook in verwerken. Dus die vraag is uitgezet, ze zijn ermee bezig en dan zal die binnenkort wel een keer de lucht ingaan. Ja, dat klinkt zo raar. Het zal die online gaan. Verkeersmaatregelenlijst, geprioriteerde lijst. Hoe staat het met de rest van de projecten? Ik pak hem er even bij. Even kijken. Vorig jaar is natuurlijk ook een raadsbrief geweest met een update. Nou, ik denk, zoals u allen heeft kunnen lezen, staat het met de rotonde Harwich staat het hartstikke goed voor. Ik hoop daar op zeer korte termijn wat nieuws over te kunnen melden. De Tonnendijkbrug zijn we bezig om een aantal scenario's uit te werken naar aanleiding van de onderzoeken die we daar hebben verricht. Dat zal ook samen met de ondernemend Van Zoop, dorpsraad Van Zoop, omwonenden, belanghebbenden, bedrijven zal dat besproken worden om te kijken wat is de meest haalbare gunstige variant. Dus daar zijn we volop mee aan de slag. En die echt op korte termijn willen we daar dus ook die soort inloopavond gaan organiseren. Dan heb ik nog de schuine weg en misschien kan ik dan gelijk wel even inhaken op de vragen van de heer Jonker van de SGP. Die zegt van nou, hoe omgaan met landbouwers, een oplossing voor een ieder is niet haalbaar. Nou, dat laatste niet haalbaar voor een ieder, ja. Ik heb hem al eerder aangegeven, ik ben eigenlijk wel trots op het proces hoe het daar is gelopen, schuine weg. Waarom? Omdat ik... samen met, ook hier in huis, hebben we gekeken van hoe kunnen we zo'n avond het beste inrichten. Dan zeggen we, laten we vanuit ieders belang, laten we een aantal tafels inrichten. Dus het belang vanuit de ondernemer die daar gevestigd zit. Het belang van de landbouwer die daar zit en het belang van de omwonenden. We zeggen van, we geven het helemaal vrij. Dus we gaan niet aan de voorkant allemaal kaders gaan we erin fietsen. We geven het echt vrij en laten we daar de inwoners, de ondernemers, de landbouwers, laten we... meedenken in dat proces. En ik heb ook aangegeven, als daar iets uitkomt, en misschien staat het ons niet helemaal aan, zou ook best kunnen, maar we gaan dit op die manier doen. Nou, uiteindelijk is daar een oplossing gekomen waar iedereen ook achter stond. Nou, dat heb ik gezegd, dat gaan we ook uitvoeren. En zeg van, nou, komt er dan een sleutel? We zijn aan het kijken van, hoe kan dat via een app, dat uiteindelijk mensen gewoon daar toegang toe krijgen die belanghebbenden zijn. En ga ik het helemaal oplossen, het probleem? Dat ga je nooit. Als er ergens te hard wordt gereden, dan wordt er gevraagd, gooi een drempel in, ligt de drempel erin, dan zijn er weer trillingen. Verkeer is iets, dat kun je nooit helemaal 100% goed maken. En inderdaad, wij zijn aan het kijken van hoe kunnen wij dan de landbouwers, de agrariërs, zoveel mogelijk voorzien van een code die daar door die schuine weg kunnen gaan. Want wij willen dat zo min mogelijk door die kern. Maar ik voel een vraag komen. Ja, ja, ik, meneer Jonker. Aan u het woord. Ja, mag ik nog, voorzitter? Vraag. Kijk, aan de ene kant zegt het duurt te lang, aan de andere kant stelt u vragen. Ik ben uw voorzitter en samen proberen we tot een goede besluitvorming te komen. Dus dat is mijn rol, dat doe ik ook. En ja, in het presidium gaan we kijken of we spreektijden gaan invoeren. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik stelde die vraag ook te meer omdat wij een gemeentelijk mobiliteitsplan hebben en... de ontlasting in het centrum, daar bij de scholen, voor vrachtverkeer en landbouwverkeer. En wordt dat nu gerealiseerd? Dat is mijn grootste zorg. En dat is eigenlijk ook de vraag. En is dat dan ook gedeeld met de ondernemersvereniging of de ondernemers van het centrum? En niet alleen aan de Schuine Weg. Ik geloof best dat u goed werk doet met het zorgvuldig proces. Maar daar gaat het me even om. Wethouder, aan u het woord. Nou, op een gegeven moment is altijd de vraag van wie moet je er uiteindelijk allemaal bij betrekken. Kijk, de Schuine Weg die was al gewoon afgesloten. En dan mocht landbouwverkeer er overheen en dat willen we nu nog steeds. Dus eigenlijk aan de situatie verandert niet zoveel. Alleen nu al gezegd van alles wat er maar doorheen jakkert, dat willen we eigenlijk niet meer. En uiteindelijk, dan kan je misschien een oplossing dat zegt van oh, er komt een code, dan kunnen mensen daar wel doorheen. Wordt er misschien gezegd van ja, dan krijgen meer mensen die code. Ik denk van ja, die snelheid die gaat er dan uit, want als er een beweegbare paal komt, dan sta je daar te wachten. Ja, daar heeft niemand zin aan. Dus als je dan via de hoofdweg moet, dan pak je die gewoon. En dan ga je niet daar voor zo'n paal staan wachten. En er zitten drempels in, er komt een paal. Ja, ik vind het een proces dat ik denk van uiteindelijk, je doet dit met elkaar. En als dan nu wordt gezegd van ja, we vinden niks, dan denk ik van eigenlijk druk je dan een stempel op die avond waar omwonenden, belanghebbenden, ondernemers, landbouwers eigenlijk hebben meegedacht. Want ik weet ook dat de Cumula sector daarbij aanwezig was. Nog een laatste vraag, meneer Jonker. Laatste opmerking. Het,
gaat mij om puur hoe wordt het centrum ontlast in Westerhaar. En dan heb ik twijfels bij deze oplossing, dat mag. Dan moeten we nader bezien en dan kom ik op een later tijdstip wel op terug. Voor nu eerst genoeg, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Ja, prima. Hij is ook opgeknipt, hè? Schuineweg, die hebben we toen opgeknipt. Daar is de raadsbrief ook over geweest. Schuineweg wordt opgeknipt met de Hoofdweg. En de Hoofdweg gaan we nog naar kijken. Dan hebben we... Moet ik even weer terug naar die lijst. Even kijken... Hier heb ik hem. Ik heb op een gegeven moment heel veel documenten openstaan. Even kijken hoor. Komt eraan hoor, voorzitter. Ja, ook zeggen, dan kan nee, maar eigenlijk, als je het hebt over de kruising Akker-Nieuwendalen-Veensweg, die stond erop. We willen eigenlijk dat die F35 gewoon doorloopt. En ik wil daar nu niet een oplossing verzinnen dat we over een tijdje in één keer groen licht krijgen voor een F35 en dat we dan weer dingen overnieuw kunnen doen. Dus die F35, daar willen we echt mee aan de slag om die verder richting Vormsoop door te trekken. Nou, de zwembad Prinsenweg hebben we toen al wat over gezegd. Schoolomgeving, kern Vormsoop, ben ik mee bezig. We zijn bezig om te kijken naar de Oranje School, om daar echt eens een oplossing voor te krijgen voor de parkeerproblematiek aan de achterzijde. Er zijn een aantal varianten aan het uitwerken en die willen wij met de buurt, met de school, met de omwonenden, buurtomwonenden is natuurlijk hetzelfde, willen wij gewoon gaan bespreken wat daarin de meest wenselijke variant is. En ik verwacht ook daarin binnenkort een inloopavond. Dus die zitten eigenlijk, de hele lijst die er is, die zit volledig of zijn al afgewerkt of zit in de pijpleiding. En ik probeer dat zo snel mogelijk op te pakken. Nou, dat probeer ik niet, daar ben ik mee bezig. Dus die lopen. Dan heb ik nog, even kijken, hoe staat het met de nachttrein? Nou, ik weet dat een enquête is geweest, die is ook gedeeld met de gemeente. Ik heb die in laten brengen eerst bij het ambtelijke overleg, dus een werkgroep. Dan moet ik die, af en toe zijn hele ingewikkelde namen. Er is een werkgroep, ontwikkelteam Vechtallijnen, daar is die ingebracht. En ik heb ook gevraagd van, moeten wij een formeel verzoek indienen voor die nachttrein? Nou, die is via die lijn is die ingediend, dus eigenlijk wel van, er is een wens. En mogelijk, als je kijkt naar het succes wat er nu al is in de Achterhoek, ga eens kijken, kunnen we dat vanuit de provincie, kan dus onderzocht worden... wat de consequenties daarvan zouden kunnen zijn. Je moet ook kijken naar omwonenden, dus wegen elkaars belangen daarin ook af. Ik heb daarbij ook de wethouders van Almelo en Hardenberg geïnformeerd dat het een wens is vanuit ons. Dus hij is nu ingebracht in die Vechtallijngroep. Dus daar staat hij op de agenda. Dus daar zijn ze mee bezig, dus ik hoop eigenlijk op een positief advies. Want we zien steeds meer dat jongeren wel graag willen kunnen stappen, alleen wel een mobiliteitsprobleem hebben. Dus die is ook opgepakt. Dan heb ik de woningbouw Friesveen. Nou, dat ging nog over de stikstofproblematiek. Wij proberen eigenlijk zoveel mogelijk te faciliteren binnen het bouwde kom waar wij kunnen. Dat proberen we echt maximaal te doen. Want wat de heer Smelt ook aangeeft van, wij zien orders omlaag lopen qua aanvragen, offertes, wat u aangaf. Nou, wij proberen dat eigenlijk zo ver mogelijk in te gaan binnen het maximale wat wij kunnen. Dus echt kijken van maatwerk of doorgaan met de projecten die er zijn. Echt wel mogelijk proberen we echt wel met elkaar die grenzen op te zoeken. En willen we ook lef tonen met elkaar om dat wel op een goede manier te doen. En wij hebben denk ik het voordeel dat wij hier geen woningbouwproject hebben van 800-900 woningen. Dus wij kunnen denk ik nog best veel met elkaar echt voor elkaar krijgen. En dat vergt enig lef. Vergt ook doorzettingsvermogen vanuit hier, maar ook vanuit... De inwoners zelf. Dus wij doen er alles aan om zoveel mogelijk te kunnen en te doen. Maar er wordt er nog gevraagd door het CDA, wat is de behoefte na 2022? Wij gaan een onderzoek doen naar de daadwerkelijke woningbehoefte. Er is een, ik kan het hier wel zeggen, er is een rapport geweest waar ik eigenlijk totaal niet tevreden mee ben. En het gaat niet zozeer om de uitslag, maar ik wil een onderzoek doen met de makelaars, met de woningstichting, eigenlijk met inwoners om te kijken van, hoe zit het daadwerkelijk met de behoefte? Want als er alleen een onderzoekje wordt gedaan op basis van mogelijk te voorspellen cijfers, dan kan ik eigenlijk helemaal niks mee. Ik wil dat de markt, en dat is ook een oproep wat de gedeputeerde doet, ga met die markt in gesprek. En we hebben laatst ook een avond gehad met de makelaars. En dat heb ik ook teruggekoppeld naar de provincie, dat ik dat onderzoek wil doen met die makelaars, met de woningstichting, belanghebbenden die er zijn. Dat er echt een gedragen rapport komt van dit is het beeld. Nu van Twente Rand en dit is het beeld over 10 jaar, 20 jaar en naar de toekomst toe. Want daar moeten we met elkaar ook naar kijken. Dus die loopt, daar zijn we mee bezig.
Meer appartementen dan grondgebonden, visie college. Ik denk dat dat daar een onderdeel van is. Ja. En u heeft het over leerlingenvervoer, de hogere kosten. Ja, dat is altijd heel lastig te voorspellen, daar hebben we het een keer eerder over gehad. En ik zie die vraag vaker terugkomen. En ik vraag u om mij even na te laten denken op hoe wij de raad, ik zou nog niet simpeler klinkt zo raar, maar nog handig kunnen informeren. Want het is best complex soms, hoe zit die materie in elkaar. Dan vraag ik u, laat mij daar even over nadenken, ook met de club vanuit het sociaal domein. Kijken hoe kunnen we dit doen, desnoods een keer een raadsinformatieavond, niet alleen dit onderwerp, maar dat we hem ergens bij aanplakken. Of echt iets dat u op een goede, eenvoudige manier wordt geïnformeerd, want ik zie hem elke keer terugkomen. Dus die pak ik ook. ChristenUnie had verder geen vragen. Ik moet toe zeggen, ja, meneer Kelder denkt, nee, dat wordt, en u bent zelf straks in het presidium erbij, hè, om het helder te maken. Dat is een toezegging. Ja. Dan de SGP nog even. De nota evenementen, geluidsnormering. Deelt de wethouder deze mening? Dat gaat over het geluid. Ik kan het pas delen als ik goed inzichtelijk heb van waar lopen we nu tegenaan. Ik weet dat 26 november, en dan kom ik ook eigenlijk terug op de vraag van GBT, 26 november heb ik een avond nu weer in laten plannen om met de evenementenorganisatoren het evenementenkompas met elkaar te bespreken wat het nu is. En daar zit onder andere, hebben we ook een thema erin zitten, geluidsnormering. Want ik wil kijken van hoe kunnen we volgend jaar desnoods een aantal evenementen gaan monitoren. Van wat is de geluidsbelasting op de gevels. Maar wat zou dat ook betekenen qua toekomst voor die evenementen. Hoe kunnen we daar goed mee omgaan. Dus daarin wil ik alle belangen afwegen. Maar daar wil ik 2020 dus eigenlijk voor gebruiken. Van hoe kunnen we daar met elkaar meer zicht op krijgen. Maar die staat ook die avond, die 26e, met de organisatoren staat die op de agenda. De heer Kelder heeft een vraag. De heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Ja, ik ging ervan uit dat u het CDA beantwoord had. Maar ik heb één vraag nog gesteld over zittend vervoer. Oh ja. Ja. Dit houden we op. Ja. Zittend vervoer, dat is, ik lees hem even voor, want hij was voor mij ook nog wat lastig. Dat is een uitvloeisel van de zorgplicht voor personeel van reeds in 2002 afgesloten activiteit, genaamd zittend vervoer. En dat zijn dus nog twee voormalige personeelsleden en die worden nog een WW-uitkering betaald. En dat is nog van de gemeentekring Almelo gemeenten en dat is 2020, is het laatste jaar en dan is het ook helemaal klaar. Dank u wel dat u mij er nog even aan herinnert. Ik had hem er wel tussen staan. Wethouder vervolgde het ook. Ja, de SGP had het ook over leerlingenvervoer, dus dat was mijnzelfde oproep. PVV, staat gesprekken. Ik heb morgen nog een gesprek over de Ollebouw met de bewoners. Klopt het 70% principe van het burgerlijk wetboek? Nou, u heeft daar ook een interne vraag over gesteld. Heeft u uitvoerig antwoord op gehad? En dat is eigenlijk, daar heeft u antwoord op gehad. Ja, ik kan het niet anders maken. Meneer Veldmeijer heeft een aanvullende vraag aan u. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, er luisteren natuurlijk ook mensen mee, ook van de Ollebouw. En ik wil het graag van de wethouder, want ik ben ook geen jurist of notaris, dus dat zijn voor mij ook redelijk moeilijk te begrijpen artikelen. Maar gewoon in Jippie Janneke taal, klopt het dat die 70% norm, dat draagvlak er ook moet zijn bij nieuwbouw van plannen van woningcorporaties? Dat is wettelijk zo geregeld, klopt dat? Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, dan wordt deze ook heel technisch. U heeft daar uitvoerig antwoord op gehad. En als dat voor de bewoners, want ook in de gesprekken is dit ook nog een paar keer benadrukt. Als dat voor de bewoners onvoldoende duidelijk is, dan vraag ik mij anderen om dat duidelijk te communiceren met de inwoners van de Ollebouw. En klopt het, u heeft daar uitvoerig antwoord op gehad. Er staat in wanneer de 70% wel geldt, wanneer de 70% niet geldt. En dat is uiteindelijk zo'n mail geweest met diverse passages, ook vanuit het burgerlijk wetboek, stond het goed benoemd. Ja, en ik weet wel dat u één passage daaruit op Twitter heeft geplaatst, waarin wat anders staat. Dat klopt, maar het gaat mij om het hele artikel en er staat ook uitgelegd wanneer wel, wanneer niet. En Meijander heeft ook meerdere keren aangegeven waarom dat in dit geval op die plek niet geldt. Als dat nog niet duidelijk is, dan leg ik dat verzoek op wens van u ook neer bij Meijander. Dank u wel. Een toezegging. Ja. Meneer Veldmeijer, een aanvullende vraag. Nou, de volgende vraag is, wanneer kan ik het antwoord verwachten, vraag ik hier u aan de wethouder. Nee, de wethouder doet een toezegging dat hij het met mij anders wil opnemen. Dus u wilt weten wanneer hij dat gedaan heeft. Begrijp ik dat goed?
Ja, hij hoeft me niet te zeggen vrijdag om 11:58. Dat, zover ga ik niet. Maar al, het is nu dinsdagavond 12 november. En ik weet dat het best wel een heikel punt is geweest. Of nog steeds is binnen de Allebouw. Dus ik kan me voorstellen dat mensen er ook op zitten te wachten op een heel duidelijk antwoord. Omdat andere woningcorporaties werken met die 70% norm, ook bij nieuwbouw. Dus het is helder, kunnen we dat antwoord binnen één week verwachten? Vraag ik aan de wethouder via u, voorzitter. Ja. Oké, dank u wel. Ja, dat is ook een toezegging, maar die kan ik ook waarmaken. U kunt het antwoord verwachten dat de wethouder ook heeft. Ik heb het gezegd, ik probeer het kort te houden. Woningbouw Status Friesveen, de vraag VVD. Dat is wat ik eigenlijk net ook aangaf, van dat we met elkaar echt kwalitatief onderzoek willen doen. Dus hier recent. Recent is er bijgebouwd hiernaast natuurlijk. Dat is ook voor jongen geweest. Dus in wat behoefte voorzien. Daar ben ik ook wel blij mee. En dat wij met elkaar moeten bouwen in Friesveen, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wij willen echt ook, wat je nu ziet, ook de oproep vanuit de provincie. Bouw naar behoefte. En dat willen we wel op een goede manier doen, om ook klaar te zijn voor de toekomst. En dat jongeren zouden weglopen, ja, ik heb dat liever ook niet. Dus daar willen we ook tempo maken ermee. PvdA GroenLinks, aan de voorkant afstemmen met evenementen. Die andere, dat marktconform gedrag, daar komt de burgemeester zo nog even op terug. En aan de voorkant afstemmen met evenementen, die zit ook in die evenementenavond. Dat is weer het vervolg van de eerste keer. Wordt dit ook besproken, want wij merken dat er een wens is of een roep om een soort van evenementenloket. Dus niet een loketje, maar wel een soort club of een instantie die evenementen meer kan begeleiden in de aanvraagprocedure. Dat waren... Dank u wel. Dan als laatste mag ik het woord voeren en ik overhandig de hamer aan de vice. Nou, voorzitter. Moet ik u nog spreektijd opleggen of redt u zich binnen de termijn? Voorzitter, dank u wel. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Een tweetal vragen zal ik op ingaan. De eerste vraag was van de heer Elzega over de Loverboys. Het is een thema wat ik ook iets breder wil oppakken, wat in de hele regio opgepakt wordt. En ik zou heel graag samen met wethouder Paters een keer een raadsinformatiebijeenkomst willen houden waarin wij mensenhandel, Loverboys, problematiek, maar ook de hele ondermijning waar dit ook onder valt, een keer met u willen delen. Van wat speelt er allemaal? En u weet van mij, ik zeg altijd, alles komt overal voor. Dus dat zou ik heel graag willen doen samen met de heer Paas. Om al die elementen eens even goed voor het voetlicht te houden. Van waar praten we over? Wat speelt er allemaal? Wat zou er kunnen spelen? En hoe zijn we daar ook in de regio, maar ook hier in Twente, rand mee bezig? Dat is het eerste, dus dat wil ik heel graag samen met wethouder Paters oppakken. Helemaal genoteerd als toezegging. Ja, mag helemaal. Maar ja, u moet wel komen, hè, bij de raadsinformatiebijeenkomst. Anders gaat hij weer niet door, dan ligt het niet aan ons. Dan, de heer Reusken heeft nog een vraag gesteld over marktconform gedrag. Volgens ons staat er normconform gedrag. Dat gaat over, men moet zich houden aan normen. En ik wil u aangeven dat vanuit vergunningverlening er heel veel energie wordt gestoken in het begeleiden van om tot een goede vergunning en tot een goede afspraken te komen. En daar worden goede stappen ingezet. Ook, en je merkt het ook bij organisaties. En het zijn natuurlijk vrijwilligers, dus vandaar ook die houding. Maar we beseffen ook wel dat we evenementen hebben op soms hele lastige locaties. En dan moet er heel veel geregeld worden qua aanrijroutes van brandweer, et cetera, et cetera. Dus dat zijn niet eenvoudige dingen. Maar ik heb het pas nog weer teruggekomen gekregen van een van de medewerkers, dat er ook hele goede stappen worden gezet en dat wij zoveel mogelijk faciliterend bezig zijn. Maar je hebt je soms te houden aan de normen, de eisen, want u weet ook, als er wat gebeurt, dat zouden we niet willen. Dank u wel. En dank u wel voor uw beantwoording. Ik zie dat er geen vragen aan u zijn, dus we ruilen weer van stoel. Dank u wel. Dan is het afronding van de eerste termijn van het college. Ik kijk naar de raad of u zo door wilt gaan of dat u eerst wil schorsen. Heer Jonker, aan u het woord. Mag vanaf uw plaats als u... Voorzitter, ik zou graag even kort willen schorsen met de mede-indieners van de motie in overleg. Hoeveel tijd? U kent mij. Vijf. Vraag hoeveel tijd? Zal ik er 10 van maken? 5:55. Gaan we weer beginnen. Ik schors de vergadering.
Ik ga eens kijken of ik hier de raad compleet kan krijgen. Of in elk geval alle fracties hier weer zitten. En ook de wethouders weer. Goed, ik geef als eerste de heer Jonker het woord. Die heeft om schorsing gevraagd. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik wil even vragen of iedereen eventjes de aandacht er weer bij wil hebben. Heer Jonker, aan u het woord. Heel kort, ik wil het college bedanken voor de antwoorden die zij in eerste termijn aan ons hebben gegeven. En ook aan de toezeggingen. Eén advies zou ik aan de wethouder Financiën nog willen geven. Hij heeft... U heeft een schorsing gevraagd, dus u moet even toelichten wat er in die schorsing is gebeurd. Hè? Okay. Ik begin nu met de tweede termijn, maar is niet. Dat gaat zomaar niet, want ik begin gewoon bij de heer Elzenga, dan ga ik het hele rijtje niet belangt. U heeft schorsing gevraagd, er is wat gebeurd in de schorsing. Ik ga eerst, En dan krijgt u straks uw mogelijkheid voor een tweede termijn. De schorsing, de motie hebben wij iets aangepast naar aanleiding van de opmerking van de wethouder. Die wordt rondgedeeld. In feite is die iets breder en niet versmald tot alleen Oosterweilanden. En voor de rest spreekt u vanzelf. Het vraagt het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zonneparken op het water van zandwinningsplassen te realiseren. En met de resultaten van dit onderzoek naar de raad te komen. Dan, stel ik voor dat motie 44 wordt ingetrokken. En dat er in de plaats motie 45 komt. En motie 45 is het dictum wat de heer Jonker net heeft voorgelezen. Er staat nog boven wat rondgedeeld wordt M44, maar dat moet M45 zijn. Zodat we ook altijd later weten dat er één motie geweest was, ingetrokken is en een nieuwe motie. Dus dat is eventjes het verhaal. Goed, dan ga ik in de tweede termijn. Kijk naar de heer Elzenga. Indien u behoefte heeft aan een tweede termijn, dan nodig ik u uit voor een tweede termijn. En ik ga gewoon de hele rij weer bij langs, net zoals in de eerste termijn. Heer Elzenga, aan u het woord. Ja, voorzitter, straks even kort inderdaad de moties. Nog even een paar dingetjes van de bijdrage. Voor wethouder Harmsen, die burgerpeiling. De raad kan nog wat zaken indienen. Tot wanneer kan dat? Een week, twee weken? Drie. Ja, maar twee weken? 1 december, wethouder. 1 december? Ja. Oké. Ja, dan hebben we een datum. Want 3 weken is ook niet zo rekbaar. Ik weet niet of 1 december wat voor dag het is, maar als het niet op zondag is, dan... Sinterklaas is er in ieder geval dan wel, maar dan is hij nog niet... 1 december, ja. Oké. Okay. En verder even nog, even kijken, als bijdrage van het CDA over dat wij niet doen aan voortschrijdend inzicht. Nou, dat klopt, dat hebben we inderdaad ook gezegd. We hebben ook gezegd van als het gaat om verkeerd gebruik. Als je het alleen maar doet om makkelijk van standpunt te wisselen, terwijl er verder niks is gebeurd, dan zeggen we ja, dan gebruik je het op pas en te onpas. Nou, daar zijn we niet voor. Kijk, voortschrijdend inzicht is aan de hand als een totale nieuwe ontwikkeling is. Of er is iets geweest wat op dat moment van het besluit of beslissing nog helemaal niet aan de orde was. Dus dat is even over voortschrijdend inzicht. Dat moet wel even, anders wordt het een eigen verhaal wat het gaat leiden. Dan de motie 45, was 44, de zonnepark. Maar het is inmiddels veranderd. Kijk, je kunt in de constateringen kijken waar je het allemaal niet mee eens bent. Maar het gaat om het verzoek aan het college, of de vraag aan het college. Want bijvoorbeeld de staat hiervan, er zal veel kostbare landbouwgrond zijn of worden opgeofferd. Was wel een puntje waar we zoiets hebben. Ja, is dat zo? Want we hebben Oosterweilanden. Nou, dat is gewoon een bedrijventerrein. En we hebben bij Vlierdijk. Ja, en dat is een recreatieve bestemming, dus daar is geen landbouwgrond. Heeft geen landbouwgrondbestemming, dus op dit moment is dat nog niet aan de orde. En gelukkig nu met het voorstel van het water is dat ook niet zo. Dus daarom vonden wij de motie, die konden wel mede indienen. En ja, en we hadden eigenlijk al in juli bij de kadernoden ons woord al gegeven in de onderhandeling aan SGP. En ja, toen we hoorden dat die opnieuw werd ingediend, hebben we gezegd, ja, dan gaan we nu ook ja zeggen, zo slecht zijn. Nou, wanneer we zeggen, dan nu doen we het niet. Maar we zijn er blij mee, ook met de aanpassing. En misschien zijn er nu wel meer partijen die...
alsnog willen steunen. Wie weet, dat horen we zo meteen. We hopen het. En dan over trots op onze boeren. Nou, het mag duidelijk zijn dat het ons niet gaat om de megastallen. Engbersdijkveen is voor ons eigenlijk een beetje een gepasseerd station. Dat is al zo ver in ontwikkeling, maar daar gaat het hier ook niet over. Wij vonden het heel belangrijk dat het om de lokaal gewortelde boerengezinsbedrijven gaat. En dat is zo'n 95% van Twenterand. Dat was het, voorzitter. Dus daarom zullen wij ook deze mede indienen vandaag. Dank u wel, de heer Kouder. Niet de heer Smelt. Ja, de heer Smelt en u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, het voordeel van een lange beantwoording is dat je ook zo'n beetje alles wat je in de termijn inbrengt ook beantwoord krijgt. Dus dank, college, daarvoor. Ik constateer wel dat u zorgen die wij weggeschreven hadden in onze termijn als reactie op de begroting ook deelde. En ik denk dat het goed is dat we dat ook met elkaar blijven bespreken de komende tijd, hoe dat op bestuurlijk niveau verder leeft, op allerlei terreinen. En dat gaat over de agenda sociaal domein, dat gaat over de agenda woningbouw, dat gaat over de agenda financiën, de winstwaarschuwing. Dus in die zin, in één zin, denk ik dat de zorg die we hebben, we hebben het overigens nog nooit zo goed gehad in Nederland, we hebben het economisch nog nooit zo goed gehad, ons binnenlands product staat op de hoogste treden ooit, vierde in Europa, en er is zoveel aan de hand en er zijn best veel financiële zorgen waar je op gemeentebegrotingsniveau echt, ook qua college, echt de vinger aan de pols liet houden. En ik wens het college daar veel wijsheid bij de komende tijd. Voorzitter, even over de motie. Nou, ik ben blij dat ik de vraag stelde en beantwoord kreeg door wethouder Van Abbema over de motie Oosterweilanden. Dank aan de aanpassing van deze motie. Ik zou bijna zeggen, zo zou ik hem wel willen indienen. Nou, dat kan niet. Ik vind het op zich wel opmerkelijk dat er staat steunt, dient mede, niet mede in. Dat zal dan betrekking hebben op datgene wat daarboven staat. Had dat dan ook niet doorgestreept moeten worden? En veel kostbare landbouwgronden, de heer Elsing gaat erover, ik had erachter gezet, in Nederland. In Twenterland geldt dat niet, maar in Nederland geldt dat wel. Dus ik zou in die zin dat regeltje iets aangepast willen zien. Maar in de basis nu kunnen wij wel steunen. En u begrijpt waarom ik u de vraag stel, waarom ik de vorige motie in die tekst niet kon steunen. Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie althans. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Jonker. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Nou zal ik mijn tweede termijn heel kort doen. Ik wil het college bedanken voor de beantwoording van onze vragen en ook de toezegging die zijn gedaan. Ik zou de wethouder Financiën nog wel mee willen geven. Hij heeft een flinke winstwaarschuwing gedaan vanavond. Hij heeft ook aangegeven, we hebben eerst de belasting al verhoogd. Volgend jaar zal er 31% OZB opbrengst 31% ten opzichte van 2018 zijn. En twee, dat er dan naar de reserves wordt gekeken. En drie, dat het pas naar de bezuinigingen wil kijken. En ik zou hem willen adviseren, kijk, begin daar eerder mee. Dit als oproep. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het jammer dat ik geen antwoord krijg van wethouder Van Abbema op het feit dat als ze die kennis wel had gehad, dat we met Oosterweilanden de boel op slot zouden zetten, of ze dan wel met een raadsvoorstel was gekomen. Het geeft me aan dat hier een beslissing is genomen destijds, zonder dat er nagedacht is over de consequenties. En dat geeft ook wel weer de ridiculiteit van de energietransitie aan. Want vorige week hebben we nog kunnen lezen dat 650.000 huishoudens in Nederland de energierekening niet meer kunnen betalen. En in 2030 zal het opgelopen zijn naar 1,5 miljoen. Ten aanzien van de stikstof, ik was er trots op dat, ik sprak net even met een collega van de ChristenUnie en die zei verbazingwekkend dat de PVV daarmee kwam. Maar ik was er trots op dat de PVV met een noodwet kwam om wat ruimte te geven voor een half jaar om te zoeken naar echt goede oplossingen voor het probleem waarvan wij vinden dat het niet eens bestaat. Want 20 kilometer verderop over de grens in Duitsland bestaat het probleem niet. En hier wel ook een, ik weet niet wat er aan de hand is met Nederland, maar het gaat niet goed op deze manier. En ik vind het jammer dat ik van de wethouder, want ik had hem inderdaad via Twitter gevraagd over die 70% norm, staan de bewoners van de Olenbouw hiermee sterk, geen antwoord op gekregen. Ik vind het jammer, want hij is toch degene die contact heeft met Meander, toch expertise moet hebben op dit gebied. Ik vind het jammer dat hij een simpele vraag over die 70% norm, of dat ook voor nieuwbouw geldt,
gewoon niet kan beantwoorden. Maar ik wil toch positief afsluiten. En dat is dat ik heel blij ben met de inspanning die de wethouder doet op de verkeersveiligheid, het gebied van verkeersveiligheid. En ik ben blij dat we vanaf januari echte handhavers binnen de gemeente hebben, zodat we daar ook echt werk van kunnen maken. Dank u wel. En ten aanzien van de moties, spreek voor zich dat de motie zonneparken op het water, dat we die niet steunen. A, de boel zit op slot. Dit zijn ook weer van die subsidieprojecten die niks opleveren uiteindelijk. Nauwelijks iets bijdragen. En wij hadden onze steun toegezegd aan de motie. Twenterand is trots op onze boeren, voorzitter. Maar ja, ik werk overdag. Ik wist dat er een wijziging was opgetreden. Ik hoorde via mijn collega van de PvdA dat er hier stond onbespreekbaar. Het is om die reden onbespreekbaar dat boerengezinnen gedwongen hun bedrijf zouden moeten verplaatsen. Ik heb direct geantwoord aan mijn collega van de ChristenUnie, die huisjes. Prachtige motie, staan we helemaal achter. Eindelijk een keer verzet vanuit de gemeente, daadkracht. En dan staat er weer zo'n politiek correcte term als onwenselijk. En ja, dat heeft totaal geen betekenis meer. Want, en dus kunnen wij dit ook niet steunen, deze politiek correcte motie waar niemand wat aan heeft. Dank u wel. Mag ik uw woorden zo interpreteren dat u het mede indienen dus niet doet? En dat, ja, ik probeer even, hè, maar anders dan gaat het zijn eigen leven leiden. Uw logo wordt er doorgestreept en uw handtekening geldt ook niet voor deze motie. Dat is denk ik wel even goed, omdat, ja, ik weet niet hoe het met tekenen gaat, maar wat hier in de zaal gebeurt, dat is geldig. Dus dit is motie 43, wordt niet mede ingediend door de Partij voor de Vrijheid en ook dan... houdt het ook gewoon het hele lijn in. Dan ga ik naar de heer Kobus. Nee, de heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank het college voor de antwoorden. Vooral dank ook aan de wethouder Appema als het gaat om de ruimte en ideeën, suggesties die wij hebben gedaan ten aanzien van bermbeheer en het vergroenen van de achtertuinen. We zullen dit gaan volgen, maar we zullen ook actief met voorstellen komen en een bijdrage leveren om dat verder te gaan ondersteunen. Ten aanzien van de meekoppelkansen, goed om te horen dat hier aandacht voor is en dat hier binnenkort een gesprek plaatsvindt met de beide wethouders. En ik zou het mooi vinden als diezelfde werkgroep ook de kans krijgt om zijn ideeën te presenteren aan de raad in de vorm bijvoorbeeld van een werkbezoek, dan wel raadsinformatiebijeenkomst. En ik hoop dat u dat mee zou willen nemen in de gesprekken met deze mensen. Met daarbij ook graag aandacht voor andere initiatieven die lopen. En denk daar bijvoorbeeld, dat heb ik in mijn eerste termijn vergeten te noemen, is het natuurbelevingscentrum, waar ook van alles gebeurt. Dus ik zou ook graag, dat hoeft de wethouder vanavond voor mij geen antwoord op te geven, maar wel graag zien dat we dat meenemen in de hele aanpak. Ten aanzien van het normconform gedrag, voorzitter, u corrigeerde mij daarin. Terecht, ik noem het marktconform gedrag, daar heb ik meteen een voorstelling bij, maar normconform gedrag had ik dezelfde vraag gesteld. Ik ben blij dat er aandacht voor is, zowel u als wethouder Harmsen antwoorden daarop. En ik vind het heel belangrijk dat initiatiefnemers van evenementen worden geïnformeerd en aan de voorkant al worden meegenomen. Dus dat vind ik een goede zaak. Ten aanzien van de moties heb ik al in mijn eerste termijn gereageerd. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik nog naar wethouder Van Appen, maar of u nog iets over de motie wil zeggen. Dat is dan de enige over motie 45. Voorzitter, dank. Met de aanpassing die door de heer Jonker is gedaan en ondersteund door de mede-indienaars, is het oordeel van het college oordeelraad over deze motie. Dank u wel. Dan ga ik deze ronde afsluiten. Er zijn niet meer vragen gesteld aan het college. Kijk maar even rond. Nee. Dan sluit ik de bespreking af en ga ik over tot besluitvorming. En dan gaan we conform de werkwijze eerst het besluit de programmabegroting 2020 vast te stellen. Ik vraag of iemand een stemverklaring wil geven. Wil iemand stemming? Ja, de heer Veldmeij wil stemming. Dan vraag ik wie is voor het vaststellen van de programmabegroting 2020. Wie is voor?
Partij van het GBT, Partij van de Arbeid GroenLinks, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie. Wie is tegen? De Partij voor de Vrijheid, de heer Veldmeijer. Het voorstel is aangenomen. Dan ga ik naar de moties. Eerst motie 43. Twente Rand is trots op onze boeren. Wil iemand een stemverklaring? Dan gaan we erover stemmen. Wie is voor de motie? Dat is GBT, dat is VVD, SGP, CDA, ChristenUnie. Wie is tegen de motie? Dat is de Partij van de Arbeid GroenLinks, de Partij voor de Vrijheid. De motie is aangenomen. Dan ga ik naar motie 45. Dat is de motie Zonnepark op het water van zandwinningsplassen. Wil iemand een stemverklaring? Dan gaan we erover stemmen. Wie is voor deze motie? Dat is GBT, Partij van de Arbeid GroenLinks, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie. Wie is tegen deze motie? Partij voor de Vrijheid. De motie is aangenomen. En we zijn ook zo aan het einde gekomen van deze raadsvergadering. Ik dank u voor al uw bijdragen en wens u nog een goede avond. Ik sluit hierbij de vergadering.